Hallo allemaal en welkom bij weer een maandagavond. En dat wil dus zeggen weer een e-workshop van Nail Talk Live. Vanavond gaan we het hebben over een van mijn favoriete technieken, of een van mijn favoriete soorten nail art. Dat zijn namelijk vintage flowers. Een beetje verweerd, een beetje klassiek, een beetje tweedehands, maar dan wel nieuw gemaakt. Daarvoor is Selina hier uit onze vestiging in Weert. Daar gaan we zo direct naartoe. Ik heb natuurlijk vanavond ook de winnaars van de challenge van Sylvana van 2 weken geleden. 3 winnaars die natuurlijk een heel mooi pakket toegestuurd krijgen. Ik heb weer mijn laptop hier bij me, zodat als jij via StreamYard bent ingelogd, ik jouw comment ook daadwerkelijk live in beeld kan laten zien. Met naam en toenaam van bijvoorbeeld deze van Brenda. Die zien jullie nu hier. Goedenavond allemaal. Goedenavond Brenda en goedenavond iedereen thuis. Ik moet dat wel de hele tijd met een beetje een schuin oog in de gaten houden, maar ik heb ook mijn telefoon bij me. Heb je dus vragen of comments of wil je iets meer verduidelijking hebben? Schroom niet, laat het me weten, laat het ons allemaal weten en dan zet ik het door naar Selina. Maar we hebben een drukke avond, we hebben veel te doen. Wij gaan beginnen. Oh, we zijn alweer met een groepje online. Ik zie dat Maggie Michielsen er vanavond ook weer eens bij is. Hoi hoi, eindelijk terug boven water en op de been. Hi Maggie, leuk dat je er weer bij bent. En natuurlijk zijn er nog veel meer. Stephanie Auburg kijkt weer mee. Goedenavond, goedenavond Stephanie. We hebben Geeske. Oh nee, Gemma Rademaker. Gemma, hallo Gemma. Goedenavond, leuk dat je er vanavond ook bent. En Geeske. Nou, we gaan het zien. Ja, we gaan het inderdaad zien. Want wat houdt die techniek nou precies in en wat moeten we allemaal doen? Iris Molenbroek is er ook weer. Gezellig allemaal, we zijn er weer. Ontzettend leuk dat jullie allemaal er zijn. Ik ga natuurlijk niet iedereen laten zien. Tessa, die zegt, eindelijk weer een keer live meekijken. Hi Tessa, en ondertussen mijn eigen nagels doen, heb er veel zin in. Nou, superleuke avond natuurlijk, je eigen nagels en Nail Talk Live. En dan hebben we Carolita. Oh nee, ik wacht even. Carolita. En Carolita zegt, goedenavond, wat leuk, Selina weer live. En Stephanie zegt, ik denk jullie geluid doet het niet. Ik zag dat vanuit mijn ooghoek, Stephanie. Dus ik dacht, dus ik kan meteen kijken naar mijn geluidknopje, naar mijn muteknopje. Maar gelukkig, het was het geluid van je laptop. Nou, in ieder geval, wij gaan lekker aan de slag. Selina, jij hebt natuurlijk voor ons designs voorbereid. Vintage Flower, waar komt jouw inspiratie vandaan? Ja, hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken. Ja, waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Eigenlijk uit echt van alles. Vooral Pinterest, is mijn beste vriend. En dan zoek ik op vintage floral, dan krijg je oud behang, jurken, kleding, ja, echt allerlei soorten plaatjes. Soms ook gewoon mooie plaatjes van echte bloemen. Als je dat gewoon bekijkt, dan krijg je ook heel vaak hele leuke ideeën. Dus echt van alles haal ik mijn inspiratie uit. Ja. Ja, Pinterest is echt, dat was vroeger, in mijn tijd was dat er natuurlijk niet. Toen had ik allemaal kunstboeken en boeken over ornamenten en schildertechnieken. Maar Pinterest werkt natuurlijk heel erg goed. Je hebt vandaag voor ons 3 designs voorbereid. En omdat we natuurlijk, ja, maar toch beperkt tijd hebben, denk ik dat we maar moeten beginnen bij de eerste. Ja, is goed. Ik heb voor het eerste design eigenlijk iets heel makkelijks uitgekozen. Als je misschien nog niet echt ervaring hebt met handpainting, dit is wel een design waar je echt kunt oefenen. Het is niet moeilijk, dus laten we gelijk beginnen. Ik heb hier een tip, die heb ik alvast voor jullie 1 keer gelakt in de kleur Enjoying Nature. En in deze, dus 2 keer gelakt, sorry, 2 keer gelakt met Enjoying Nature. Daarna heb ik de plaklaag eraf gehaald en lichtjes opgebufft met een white blok. Dus op dit ruwe oppervlakte gaan we beginnen. Nou, waar ga ik mee beginnen? Ik wil deze, dit wordt mijn ondergrond voor mijn design, dus dit wil ik een beetje een vintage uiterlijk gaan geven. Nou, hoe doen we dat? Door iets verweerd te laten uitzien. Daarvoor gebruik ik deze sponge ombre kopjes. Ziet er mooi georganiseerd uit. Ja, nou, dat was volgens mij een tip van Aletta, geloof ik. Die gooide dat op social media volgens mij 1 week geleden. En toen dachten Natasja en ik meteen, dat gaan we doen. Dus we hebben al onze ombre kopjes mooi gesorteerd. En zo hou je ze ook schoon en op kleur. Dus dat is helemaal perfect. Dus Aletta, dank je wel voor die tip. Echt super. Iris Molenbroek die zegt in de comments, oh, je hebt ook prachtige nagels. Oh. Want je nagels zijn natuurlijk heel mooi in beeld. Ze zijn echt heel erg mooi. Laat eens zien. Ja, prachtig. Ik zie een beetje 3D French. Ja. Sugaren. Ja. Dus, ja, de sugar is inmiddels, hij is alweer een dikke week oud, deze set.
Dus de sugar is een beetje minder als dat hij in eerste instantie was. Maar ja, nog steeds echt wel leuk, ja. Ja, ja, heel mooi. Dankjewel. Nou, we gaan terug. Irene Vos is er tussen ook. Hallo, mijn salontje zegt leuke workshop weer vanavond. Iedereen heeft er zin in en ik ook. Dus je hebt die ombre, die tools. Ja, nou, zo'n sponge kopje is het eigenlijk, die hoort op een houder. Maar ja, ik gebruik hem zo. Zo vind ik hem ook prima. Dit is wat je handiger vindt. Het kan allebei. Nou, ik ga een vintage rand maken om deze kleur. En dat doe ik met de kleur Wild Landscape. Dat is een goed gepigmenteerde donkergroene kleur. Ik heb hem hier op mijn palet. Ik heb de steen even gebruikt. Daar heb ik alvast een flinke druppel Wild Landscape opgelegd. Hiernaast ligt Basin Top. Dat kun je nog net zien. Deze kleur heb ik zo meteen nodig. Dat is Spiritual Awakening. En dan heb ik natuurlijk Liner Gel White and Black. Dus je neemt bewust een beetje wat donkerdere kleuren, denk ik, ja, hè? Ja, je moet wel echt goed gepigmenteerde kleur gebruiken. Dus om deze techniek te doen is, die Wild Landscape is heel erg goed. Spiritual Awakening is goed. We hebben ook nog een oudere kleur, die heet volgens mij Purple Seduction. Die is bijna zwart, zo donker paars is die. Die zijn ook supergoed ervoor. Met wat lichtere kleuren kun je ook wel deze techniek doen, maar dan zul je misschien wat 3 of 4 laagjes moeten aanbrengen. En nu ben ik in 2 lagen eigenlijk klaar. Nou, ik ga mijn sponge tool, die dab ik in mijn kleur en dan dab ik hem ernaast erin. Dus ik zorg dat die kleur echt in mijn spons zit. Ja, en ook niet te veel, want als je natuurlijk in die druppel dit zou blijven doen, dan krijg je een totaal verzadigd sponsje. Ja, precies. Hij zuigt hem echt helemaal op. Ja, je ziet het hier. Nou, dit wil je hebben. Dus 1 kant is schoon, dat wil ik ook schoon houden. En hiermee breng ik dan een vintage randje aan. Nou, dat heel simpel. Dus door gewoon te dappen. En dat doe je gewoon rondom? Ja, ik doe hem rondom. Even een goede rand aanbrengen. Een beetje de Twilight Zone van Jessica. Ja, eigenlijk wel. Alleen dan met gel polish. En dit hoeft echt niet netjes. Dit mag gewoon lekker losjes. Heb ik nou te veel? Mm-hmm. Dus echt een zichtbaar randje, dat wil ik niet. Dan pak ik mijn schone kant van die spons en dan dab ik dat een beetje weg. Dus dat de overgang wat mooier wordt. Oh, ik heb een vraag van Stephanie Ouwenburg. Zij heeft dit een keertje geprobeerd, maar toen kreeg ze allemaal belletjes tijdens dat sponsen. Heeft ze dan te veel product of is het te nat? Heb jij daar een idee over? Heb je dat wel eens meegemaakt? En dan wel de sponsjes van Magnetic. Want ik kan me voorstellen met een wat opener sponsje, dus misschien van een ander merk, dat je inderdaad luchtbelletjes krijgt. Maar deze sponsjes van ons, die zijn zo dicht qua structuur. Ik heb het nog nooit gehad met deze sponsjes dat je luchtbelletjes krijgt. Maar misschien ligt het ook wel aan de kleur gel polish die je gebruikt. Dit zijn natuurlijk heel diep gepigmenteerde gel polishes. Dus je hebt echt maar een flinterdun laagje nodig op je sponsje. In tegenstelling tot gel polishes die transparanter zijn, heb je natuurlijk meer massa nodig. Nou, mijn systeem zit niet helemaal mee. Stephanie Ouwenburg zegt, nou denk het niet, ik heb ze al heel lang ongebruikt in de kast liggen. Nou, gewoon eens een keertje met een zwaar gepigmenteerde gel polish proberen. Jessica corrigeert mij. Ze zegt, je moet het met iets meer schwung zeggen, Pepijn. The Twilight Zone. Een beetje zo dan. Ik zag dat May ook online is. Hi May. Ik zag ook dat Ingeborg online ging. Hi Ing. En we gaan weer eventjes terug naar jou. Ja. Ik heb hem even 10 seconden in de lamp gedaan. Dat hoeft niet lang, want het is echt maar een heel dun laagje. En dan doe ik hem nog een keer aandeppen. Dus dat die rand wat dramatischer wordt. Nou, Karin Kramer zegt, ik probeer wakker te blijven. Ik ben wel een beetje moe van de keigave workshop van Jessica met de Jungle Flowers in Kaatsheuvel. Misschien helpt een gin tonic. Een gin tonic helpt altijd, Karin. Altijd. Ik zou zeggen, proost. Zo. Nou, zo vind ik de rand eigenlijk al goed. Dus die had ik weer even 10 seconden uit. Dat is een mooi overloop zo. Ja, en het hoeft ook niet perfect te zijn. Het is vintage. En vintage is niet perfect. Daardoor is het vintage. Dus dat maakt deze techniek ook wel makkelijker. Het hoeft allemaal niet zo strak. Nou, 10 seconden in de lamp is al goed.
dan gaat de volgende stap. Daarvoor pak ik mijn ombre tool. Als je deze... Sorry. Nee, ik dacht dat je iets wou zeggen. Nee, ik zei ja. Ik ben benieuwd. Nou, deze ombre tool... wat ik nu ga doen, is belangrijk dat je de haartjes van de ombre tool mooi los hebt zitten. Dus er moet geen product in zitten, maar die haartjes moeten echt mooi los van elkaar zijn. Wat ik dan ga doen, is met die puntjes alleen... Ja. Tik ik de kleur aan. Dus dan heb ik echte puntjes voorzien van product. En die leg ik neer bovenin. En dan trek ik hem naar onder toe. Echt een soort nerfjes. Ja. Oh, grappig. En die Twilight Zone, die was natuurlijk uitgehard, hè? Ja, die is dus dat blijft liggen en dan trek je die streepjes er doorheen. Ja. Gaan ze nog niet helemaal lekker mee, dan heb ik een beetje bezem top op mijn penseel. En dan probeer ik het gewoon nog eens. Dat laat ze dan net wat lekkerder vloeien. Zo. En hetzelfde doe ik van onder naar boven. Dus ik pak weer een beetje op de puntjes van mijn ombre tool. En dan aan de andere kant, dus hier ben ik daar begonnen, dan pak ik hem nu aan die kant. En dan hetzelfde. Nou, het hoeven geen perfecte lijntjes te zijn, gewoon lekker slordig. Over die Jungle Flower workshop van Jessica, waar Karin was geweest. Carolita vraagt of diezelfde Jungle Flowers ook in Weert komt. Waarop Jessica zegt nou dat er misschien wel wat te regelen valt. Hè, ja, Selina? Ja, er is altijd wat te regelen. Geen probleem. En dan heb ik nog een vraag van Jannie, want jij bent even aan het uitharden. Ja. Jannie, jij hebt de Twinlight en twee LED-lampjes doen het niet meer. Zijn die te vervangen of kan ik daar niks meer mee? Nou, die zijn te vervangen. Daarvoor moet je even contact opnemen met Magnetic Nail Design in Soesterberg. Dan krijg je te horen wat daar de mogelijkheden van zijn. Dan kun je de lampen naar ons opsturen. En dan kunnen wij kijken wat we moeten vervangen en wat dat gaat kosten. En dat dan aan jou laten weten. Dus het is te vervangen. Gewoon even contact opnemen met Soesterberg of stuur mij even een persoonlijk berichtje en dan zet ik het door naar de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik ga even kijken of ik intussen iets heb. Zou dit ook kunnen, dit wat je nu aan het doen bent, Selina, zou dit ook kunnen met de fanbrush, het waaierpenseel? Dat denk ik wel, ja. Die loopt alleen natuurlijk rond, maar dan zou je hem niet overal aan de puntjes product willen hebben, alleen aan een bepaald gebied. En dan die lijnen trekken. Ja, ik denk wel dat het kan. Ja. Nou, we gaan verder. Ja. Ja, nou, dit is het resultaat. Dit is eigenlijk de ondergrond van ons design. Nou, wat gaan we maken? We gaan een paardenbloem maken. Dus dat is heel basic. Een steeltje en pluisjes. Dus we beginnen... Ik begin in ieder geval even met het knopje van de paardenbloem. Daarvoor pak ik... op mijn palet. Gewoon weer die Wild Landscape. Het is gewoon een druppeltje op mijn penseel. En dan kien je een beetje uit waar die moet komen. Nou, zeg dat ik hem hier wil hebben. Dan zet ik hier het knopje van mijn bloem. En dan pak ik met mijn Jessica's Choice weer een beetje van de Wild Landscape op. Dus ik rol mijn penseel door de kleur, zodat de haartjes goed verzadigd worden. Ik draai mijn tip even om. Dit kun je ook met Pepijn's Choice doen, als je dat fijner vindt. Ik ga een steeltje trekken hier en dan naar het knopje toe. Vanuit het knopje trekken we dan... Eigenlijk, ja, wat zijn het? Stengeltjes naar buiten toe. Ja, eigenlijk de stampertjes, hè, denk ik, ja. van de paardenbloem. Ja. En dat je dat nu met die Wild Landscape kleur doet, is natuurlijk wel heel mooi. Want het wordt heel erg ton sur ton. Ja, ja, ik hou daar zelf wel van. Van. Op zich kun je dan een design best wel wat drukker maken, maar doordat je weinig kleur gebruikt, blijft het toch altijd rustig. En daardoor ook heel draagbaar, denk ik. Ja. Ja.
Terwijl je dat aan het doen bent, Stefanie, ik zie een vraag binnenkomen van jou. Over lampen gesproken, het viel mij op dat mijn bodemplaten van de Twinlight niet meer mooi spiegelend zijn. Van het schoonmaken misschien, ik gebruik detteldoekjes, zijn deze ook los verkrijgbaar? Jazeker, de bodemplaten van de Twinlight zijn los verkrijgbaar. En wat we ook heel mooi hebben, dat zijn de Keep Your Twinlight Clean. Dat zijn plastic, transparante plastic bodemplaten met uitsparingen voor de vingers. Die kun je op je bodemplaat leggen, is transparant. Dan blijft de hand van de klant ook mooi liggen en dan wordt die bodemplaat ook niet vies. Dus dan hoef je hem ook niet meer steeds met hele agressieve middelen schoon te maken. Want die transparante bodemplaat, die Keep Your Twin Light Clean, ja, het is een hele duidelijke naam, die zijn per 10. En die kun je dus, als de klant weg is, kun je die schoonmaken en een nieuwe gebruiken. Daar blijft de bodemplaat ook heel erg mooi van. We gaan weer terug naar jou, want je hebt nu allemaal leuke haartjes. Ja, nou, dit is eigenlijk de simpele versie hiervan. Ben je nu al klaar? Wil je hem nou een beetje nog leuker maken? Dan pak ik op mijn Detailer 3. En dan op het puntje een heel klein beetje, maar dan ook echt maar een heel klein beetje liner gel black. Ja. Dus ik weet niet of je dat op camera kunt zien, maar ik raak hem amper aan. En dan dab ik hem nog af ook. Dus ik heb heel weinig liner gel black op mijn penseel. En daar zet ik een stipje van aan één kant. Dan rol ik mijn penseel schoon, zodat ik geen product meer erop heb zitten. En dan breng ik daar aan die kant een beetje schaduw aan door in dat product te gaan schuiven eigenlijk. En dan deppen. Zodat je één kant van het penseel iets donkerder hebt. Maar hetzelfde doe ik dan met de liner gel white. Dus dan pak ik een heel klein beetje wit op mijn penseel. En die doe ik aan de overkant. Die leg ik neer. Ik rol mijn penseel weer schoon. En dat dab ik dan aan die kant heen en weer. En het is zo weinig dat de kleur eronder niet beïnvloed wordt. Het blijft groen. Nou, dat is maar heel weinig. Ja, het is een beetje een soort vergrijst effect, hè, wat je krijgt. Heel mooi. Nou, dat ga ik heel even snel, 10 seconden, in de lamp. Dan pak ik in de tussentijd mijn dotting tool erbij. Dit is de andere kant van mijn rhinestone wax picker-upper. Oh ja, ja, de rhinestone picker-upper. Ja. En die kant, de dotting tool, pak ik dan mee. Nou, gaan we gewoon stipjes aanbrengen. Dat kan met liner gel white, als je dat fijn vindt, maar het kan ook met Cerisa Sweeties. Nou, ik heb Cerisa Sweeties hier erbij gepakt. Ik doe hem rechtstreeks uit het potje, dompelen. En dan gaan we stipjes aanbrengen. Ja. En dat is gewoon willekeurig. Maar wel een beetje in de richting van die haartjes. Ja, ik probeer altijd als ik een dompel in het potje Cerisa Sweeties, zet ik de grootste stipjes aan de buitenkant. En dan hoe vaker je tikt, hoe kleiner die stipjes worden. En die breng ik dan naar de binnenkant toe. Ja, je kunt zoveel met een dotting tool, hè? Ja. Ja, heel leuk. Nou, eigenlijk vind ik hem zo wel leuk. Uitharden. Dan ga ik hem aftoppen en dan kun je nog een beetje van deze stipjes ook op de toplaag aanbrengen. Dan krijg je een leuk, ja, bijna een beetje een, ja, geen 3D-effect, maar dat je een beetje relief hebt in je top. Waarmee top je hem af, normaal gesproken? Het is een beetje waar je voorkeur ligt. Op zich vind ik vintage wel heel mooi met mat. Maar sommige designs vind ik glanzend ook heel mooi. Dus het kan allebei. Het is wat je wil. En deze toevallig doe ik wel glanzend aftoppen. Ja. Luelle zegt, erg schattig, Celina. Luelle natuurlijk, die ken jij van de trainingen die we hier hebben gedaan. Ja, hij is heel erg schattig. Maar doordat het dat groenige, beetje dat grijs-groen is, vind ik het ook wel echt vintage. En je kunt het ook heel mooi presenteren samen met andere kleuren. En dat laat Celina zo direct nog even zien. Die Cerisa Sweeties White die je nu hebt aangebracht, hoe lang moet je die ongeveer uitharden? Ik doe die meestal 30 seconden. Ik weet niet of dat klopt, maar 30 seconden werkt bij mij prima. Ja, want hij is zo dun natuurlijk. Ja. Dat kan gewoon. Nou, Deborah zegt aftoppen. Het blijft grappig klinken. Zou dat dan iets Brabant-Limburg zijn? Ik vond het heel logisch. Ik dacht, ja, natuurlijk, je gaat hem aftoppen. Ja.
Nou, ik gebruik nu de TrueColor topcoat. Het kan dus ook met Supreme Finish of Paste & Top, wat je fijner vindt. Gebruik je nou de TrueColor? Die is, ik vind hem heel fijn aanbrengen. Hij is iets dikker als de Supreme, maar ook een supermooie hoogglans. Wil je hem nou een beetje pimpen door bijvoorbeeld een steentje toe te voegen? Dat kan. Ik leg dan gewoon in de natte laag een steentje in het hartje van de bloem. Of misschien een mooie stut, zilver of goud, wat je wil. Nou, deze harden we even uit. Nou, mensen vinden het echt een schatje. Nee, zegt ook lief design. Natasja, jouw collega, zegt in het echt zijn ze zoveel mooier. Ja, is bijna altijd zo. Mooi, ja. Selina, zegt Etty. Dat aftoppen, dat is Duits naar Nederlands vertaald volgens Irene. En meestal heeft Irene gelijk, dus dat zal dan wel. Ingeborg zegt heel leuk, gewoon lief. Ina van de Zwaag is in de comments aan het reageren, want het waren meerdere mensen die in Veendam, want Ina zit in Veendam, graag ook de Jungle Flowers zouden doen bij Jessica, dus daar zijn ze al mee bezig. Even kijken, aftobben hoor ik ook nog hier, van Stephanie Auberg, erg grappig bedacht. Wat een schatje, zegt Samantha, deze is echt heel leuk, zegt Stephanie. Ja, Stephanie, ik denk dat dit ook heel goed kan bij die natural nail treatments, hè, bij die kortere nagel. Dit hoeft niet per se op zo'n hele lange nagel. Ja. Even kijken. Nou, ik ben volgens mij, Femke zegt, goedenavond, hebben we een avondje magnetic onder de rivieren. Keigezellig, ja. Ja, ik zal hem even aantikken, dan zien we jouw comment ook, Femke. Ik heb een beetje moeite met mijn verbinding hier, maar dan zie je, ja, van onder de rivieren, ja. Zo kun je het ook zien. En Amber de Leeuw is ook weer aan het meekijken. Nou, ja, wij zijn weer terug bij jou. Ja, nou, design is nu uit de lamp. Kijk maar mee. Zo is hij eigenlijk al heel leuk. Maar wat ik altijd wel leuk vind om nog te doen, is bij een vintage design een kader eromheen maken. En daarvoor gebruik ik ook weer Cerisa Sweeties en dan in dit geval de Pepijn's Choice. Dus ik doop mijn penseel even in de Sweeties en dan rol ik hem op mijn palet, dat hij lekker verzadigd wordt van de gel. En het leuke van deze soort designs is dat ook dat kader niet netjes hoeft. Dus als jij geen strakke lijnen kunt maken, dan komt het juist nu eigenlijk wel goed uit. Nou, een kader maken. Ik leg mijn penseel gewoon neer en dan langs de rand een beetje wiebelend en trillend aanbrengen. En op sommige plaatsen wat dikker, soms wat dunner, wat je zelf leuk vindt. Lian vindt het echt heel mooi. Het is zo zacht. En ook Karin, of Maggie die zei, sorry, niet Karin, maar Maggie, is mooi toch zeker voor klantjes die niet zo houden van drukke nail art. Ja, dat is een hele mooie introductie. Michelle Itaribuka zegt, hallo allemaal. En moet het ook gelijke dikte zijn voor het kader, vraagt Gemma. Dat kan natuurlijk wel, Gemma, maar je kunt ook een beetje spelen met de dikte van het kader. Om het juist een beetje dat vintage gevoel te geven, zoals Celine dat vertelde. Maar een heel strak kader kan natuurlijk ook. Welk penseel is dit? Nou, Cornelia, dit is Pepijn's Choice. Dat zijn langere haren, wel synthetisch, waardoor je makkelijk lange lijnen kunt maken. Je moet wel een beetje op het midden letten. Oh, en Angelique Zuidema zegt, oh, wat heb je toch mooie nagels. Oh, dankjewel. No. En Miranda Lankrijer zegt, wiebelend, niet recht. Yes, een opdracht voor mij. Ja, maar het geeft het wel een heel mooi, een beetje speels effect. Ja, dat is juist het leuke hieraan. Nou, zo is hij eigenlijk al af, dus die harde ik even uit. Dan heb ik hem natuurlijk al in een setje verwerkt voor jullie. Dus zo ja, komt prachtig. Hij eruit te zien. Nou, en bij dit setje heb ik dus een zilveren stut in het hartje van de bloem gemaakt. En dan heb ik over de uitgeharde topcoat nog wat stipjes Risa Sweeties aangebracht en die gesugerd met white acryl. En dan krijg je dit effect. Dus ik zal die andere er even naast leggen. Dan zie je wat het verschil is als je hem na de top dus niet meer die witte stipjes aanbrengt. Dan blijf je iets meer van de steeltjes van de bloem zien. Nou, dan gaan we maar, hè. Ja. 3, 2, 1, screenshot! Ik zie Gil al snel rollen naar de volumeknop. Ja. Ik hou me in. Heel erg mooi, heel erg leuk. Nou, zo snel gaat dat. Dat was al één design. Nou, als je dit in de salon zou willen doen, dan ben je dus echt heel snel mee klaar. En ja, het is gewoon heel schattig. Joyce Dijkers vraagt, hoeveel zou je kunnen vragen voor één nagel? Voor
één zo'n soort design, ik zou daar nou, 2,50 vertellen. Je bent er echt niet lang mee bezig en je hebt iets heel leuks op de nagel. Dus ik denk 2,50 is wel een redelijke prijs. Je moet een beetje tellen van hoe lang ben je ermee bezig. Nou ja, 2,50 is heel redelijk. Ja. Er zijn wat mensen die schakelen nu in. Miertje, jij bent er net, je was te laat. Linda, ook een half uurtje laat. Maar je kunt altijd terugkijken. Hè? Je kunt terugkijken in een groep. Je kunt ook altijd terugkijken op YouTube. Dat is allemaal mogelijkheden. En ik ga eventjes hier verder kijken. Natasja zegt, ik loop de hele dag met ogen op steeltjes door die nagels van Celine. Dat snap ik, ja. En May zegt, mooi, met een roosje erbij. Nou, in ieder geval, je gaat een volgend design voor ons voorbereiden. En voordat we naar het volgend design gaan, hebben we natuurlijk even wat huishoudelijke mededelingen. Zo kun je ook deze keer weer meedoen en jouw e-certificaat verdienen door het maken van huiswerk. En wat is dat huiswerk dan? Eigenlijk moet je 2 setjes van 4 nagels maken, waar er 2 voorzien zijn van een design, vintage floral, en de andere 2 bijpassend gelakt. Dus dat wil zeggen 2 keer 4 nagels, 8, waarvan er 4 in design hebben, als ik het zo duidelijk vertel. Eigenlijk wat Celine net liet zien, en dat dan maal 2. Nou, doe je dat, dan heb je natuurlijk ook nog wat regels. En de regels zijn dat je 2 weken de tijd hebt, en je moet alleen je huiswerk insturen via de link die je vindt in het album Vintage Flower. Zijn er verbeterpunten, neemt Jessica contact met je op en die bespreekt dat dan met je en dan krijg je een herkansing. En vergeet ook niet step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen. Er hoeven er natuurlijk niet 100 te zijn, maar een aantal is wel fijn, want dan kunnen we zien hoe dat is gegaan. Guilaine vraagt in de comments, waarom is een setje altijd 4 nagels? Ik dacht, setje hoort 5 te zijn. Nou, Guilaine, eigenlijk kijk je altijd zo naar de nagels en dan zie je er eigenlijk 4. De duim zit natuurlijk eigenlijk altijd apart. Dus dit vormt een tableau, die 4 vingers. Dat vormt een tableau en de duim is daaraan ondersteunend. Zeker niet onmisbaar, maar wel ondersteunend. Dus je kunt het wel over 5 nagels heen doen, maar ja, die duim valt altijd grotendeels weg. Goeie vraag van je. Oké, nou, dan kun je natuurlijk ook nog een prijs winnen, want dat is natuurlijk iedere week weer hetzelfde, of tenminste iedere keer een andere prijs, maar dat is wel voor de beste. En later deze show hebben we natuurlijk de winnaars ook van Sylvana. Dit is de prijs die je kunt winnen, laten we even kijken. Dat is die ombre en dotting tool, een stamping plate, een crystal display ding, nog een stamping plate, wat is het allemaal? Extreme Matte Gold Foil, de detailer nummer 3. Echt een hele leuke prijs, waar jij dit dus ook weer mee kunt gaan maken. En die stempelplaten zijn best belangrijk, want die komen zo direct nog aan bod. Even kijken of ik nog een comment over het hoofd heb gezien. Volgende week gaan we natuurlijk ook weer live. Hè. Iedere maandagavond, behalve op zon- en feestdagen, zijn wij er om 8 uur om samen met jou te genieten van ons mooie vak. Volgende week is het de beurt aan Deborah. En Deborah die is wel druk mee. Ik had het toevallig vandaag aan de telefoon. Zit ook mee te kijken vandaag. En het is op 14 februari. Deborah en het wordt Play Within Lay. Nou, jullie hebben, als jullie goed hebben opgelet, dit weekend al een teaser kunnen zien op Facebook. Maar ik heb wel een beetje een idee wat het wordt. Het wordt in ieder geval veel, het wordt overdadig, het wordt Deborah en het wordt genieten. Dus zorg dat je erbij bent. Volgende week 8 uur. Daarna gaan we natuurlijk gewoon door. Hè? Want die e-workshop, ik zei het al, iedere maandagavond. En we hebben er dus nog wat meer gepland in februari. Dat is dus volgende week Deborah. En die week daarop is het de beurt aan Brenda van Tongeren. En zij is van MF Academy, collega van Syriza, vaak mee naar de studio geweest. En dit wordt haar eerste keer in Deal Talk Live. En zij gaat een inlay swirl design maken. Heel mooi. Misschien wat ingetogener dan het design van Deborah, maar zeker niet minder mooi. Dus 2 keer de kans om technische opdrachten te doen. En deze maand wordt dan vervolgens afgesloten door Michelle Taribuka. En dat is op de 28e It's All About Roses. Dus we gaan verschillende technieken zien om rozen te maken. Eigenlijk is dat een tijdloos nail art design. Ik zit nu denk ik 22 jaar in het vak, 21 jaar in het vak. En in die 21 jaar komen er steeds rozen weer terug, gaan weer weg, komen weer terug, gaan weer weg. Eigenlijk net als echte rozen, hè. Op een gegeven moment zijn ze verwelkt, moet je ze weggooien. Haal je nieuwe. Nou, dat doen we ook met deze nail art in al zijn hoedanigheden. En Michelle gaat ons meenemen daarin. Dus de maand februari is half techniek, half nail art. De maand maart hebben we weer allemaal andere dingen voor jullie gepland staan. Maar dat ga ik volgende week wat meer in detail vertellen. Ik heb nog een aantal dingetjes die spelen, waarvan ik nog zit te denken, misschien dit
misschien dat. Maar natuurlijk, in maart staat ook in het teken van het seizoen, het nieuwe seizoen Nail Talk Live. Dat gaat beginnen op 9 maart. 9 maart, de eerste Nail Talk Live show op woensdagavond van het nieuwe seizoen. En het nieuwe seizoen staat boordevol, staat eigenlijk de salonproblematiek centraal. En dat is een keer iets anders dan dat we dat nu toe hebben gedaan. We gaan echt mee met jou naar de salon om te kijken hoe los je bepaalde dingen op. Wat zijn de do's, maar ook zeker wat zijn de don'ts. Het smoesenboek bijvoorbeeld. Mijn nagels vielen er zomaar vanaf. Poef! Wat kan dat zijn gebeurd? Herken breuken en scheuren. Weet waarom dat is. Weet het een diagnose te stellen. Maar ook hoe ga je met nagelbijters om. En dan niet alleen de eerste keer, maar ook na verloop van tijd. Het wordt een heel erg interessant seizoen. Ik ben druk aan de scripts aan het werken met Syriza. We hebben een nieuwe manier. Nou, dat zijn allemaal details, dat bespaar ik jullie. Maar het wordt heel erg leuk. Vanaf 9 maart en dan natuurlijk vanaf 11 maart... de International Nail Talk Live Show op vrijdagavond. Boordevol inspiratie en leuke nail art. Nou, wil je nou een keertje in het echt een les volgen bij Sedina? Dan kan dat natuurlijk in onze vestiging in Weert. Nou, ik heb hier een lijstje. De mensen die denken, nou Weert, daar wil ik wel naartoe. Ik wil een keertje een les volgen van Sedina. Maak even een screenshot. 3, 2, 1, screenshot. Builders in the Bottle, Coaching Club Perfectie. Gel Polish Expert Vintage Floral, dat is deze workshop. Hè? Op 26 februari geef je die. Ja, klopt. Nou, en dan hebben we ook nog een babyboom, perfecte salonnagel, Salon Element en Airnails 2.0. En daarvoor komt Anjo naar jullie toe. En ja, ik heb het al vaker gezegd, maar ik vind de vestiging in Weert echt prachtig. Dus als je een keer in de mogelijkheid bent, ga er naartoe. Natasja is de gastvrouw van je dromen. Selina is de trainer die jou gaat helpen jezelf te ontwikkelen. En heel vaak loopt Ingeborg daar ook nog rond, want die werkt dan op kantoor. Eigenlijk zeg maar, ja... Het hart van een van de harten van Magnetic. Al heel lang werkt ze samen met Nee, maar dat weten jullie waarschijnlijk wel. Dus ga een keertje gezellig langs in Weert of ga gewoon lekker een keertje boodschap of inkopen doen. Ik weet zeker dat ze altijd van harte welkom zijn, hè Natas? Ja, zeker weten. Hè. Natasja die schijnt... Oh, ja, Natas. Ja. Ik zei Selina, maar ik zag in mijn ooghoek Gil rennen. Dus ik was even afgeleid. En Natasja kijkt mee, ja. Dus nee, we zien jullie graag in Weert. Koffie staat altijd klaar. Al komen jullie gewoon langs voor een gezellig babbeltje, ook prima. Ja, helemaal leuk, ja. Oh, Stephanie Auber geeft een interessante vraag. Ik zal kijken of ik hem even in beeld kan doen, ja. Ik zit nog te denken over dat kader, hè Selina, die omranding. Omdat ik toch vooral op de kortere nagels werk. Ik weet dat Stephanie Auberg werkt echt met name op de korte nagels. Maakt dat hem optisch dan niet nog korter of zou dat meevallen? Wat vind jij? Wat denk jij? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik zou het kader dan niet zo breed maken. Iets subtieler. Maar het verdwijnt toch naar de achtergrond. En het ligt er een beetje aan wat voor een design je erop plaatst. Of die nagel ook optisch korter blijft, zeg maar. Kijk, als je zo'n stengeltje van een bloem al eroverheen trekt, dat maakt het optisch weer langer. Dus ik zou op een echte shorty zou ik dat kader gewoon iets smaller houden. Dan gaat dat prima volgens mij. Ja, en wat natuurlijk ook nog zo is, is dat die zijlijnen van dat kader, die maakt de nagel optisch smaller. En de bovenrand en de onderrand, die maakt hem misschien ietsjes korter. Maar doordat die zijkanten er ook zijn, wordt het totaal verkleind. Dus het is net als een foto die je even upscaled of downscaled. Dus de proporties blijven daar nog wel goed. Ik zou het zeker gewoon proberen. Het geeft het namelijk wel echt een soort schilderij ding. Ja. Nou ja, we gaan door. Selina. Ja. Je volgende design. Ja, mijn volgende design heb ik alvast voor jullie een tipje gelakt met twee keer de nail plate extender. En in de plaklaag, dus hij is uitgehard, maar ik heb de plaklaag laten zitten. Daar ga ik nou een beetje magic pigment in brengen. En dit is de Bright Gold. Die komt in een kitje uit volgens mij 12. Ja, 12 soorten. Ja. Dit is, ik vind hem echt prachtig. Hij is transparant, maar hij geeft een goud gloedje aan de onderlaag. En daarvoor gebruik ik mijn fluffy brush. Oké, maar wacht even. Hij is dus, je hebt hem uitgehard, we hebben alleen plaklaag en de fluffy brush. Oké, dan zijn we on the right page. Ja, dus twee laagjes kleur, uitharden en dan in de plaklaag. Dan doe ik een heel klein beetje, echt niet veel nodig. Dus ik tik hem in het potje en dan tik ik hem nog eens af. En dan in het midden van mijn tip. Beetje uitvegen, kijken of je ergens nog iets nodig hebt. Nou, hier nog. Dus je hebt echt maar heel weinig nodig, echt hè? Echt maar heel weinig, ja. Dus zo
zo ja, vind ik hem prima. Dit is het effect wat je een beetje wil hebben. Dus mijn potje gaat gauw dicht. Ja, en niet niezen. Nee. Die gaat gauw dicht. Fluffy heb ik niet meer nodig. Die gaat terug. En dan ga ik bij deze ondergrond een bruin kader maken. Daarvoor gebruik ik dus weer mijn spongekopje. Je gaat hem niet tussendoor eerst nog even fixeren, dat is niet nodig? Nee, dat is niet nodig. Nee. Oké, nou super. Ja. Nou, voor de bruine, voor het bruine kader gebruik ik Spiritual Awakening. Dat is die echt een hele mooie donkerbruine kleur, super gepigmenteerd. En dan gaan we eigenlijk weer hetzelfde doen, hetzelfde principe erin. En dan daarnaast het overtollige een beetje eraf, dat de kleur goed erin zit. En dan een kader maken. En wederom maar heel weinig kleur, diep gepigmenteerd. Ja. Niet te veel product nemen, weinig product. Daarom dep je het ook af naast de kleur. Ja. Om echt heel weinig... Ja. Beter, als je beter te weinig aanbrengen, dat je nog een keer eroverheen gaat, dan dat je meteen te veel hebt en je gaat het afvegen en met prep en wipe of met alcohol eraf halen. Ik zie in de comments, handig dat kruisje op de tafel. Oh, handig dat kruisje onder de nagel. Waar is een kruisje? Oh, daar zit een kruisje. Nou, mijn ogen worden er ook steeds beter op. Goed gesignaleerd, mensen, dames en heren, kijkers. Ja, die heb ik gemaakt, zodat ik weet waar ik zijn moet. Ik vind het wel mooi, want het wordt nu een beetje, het wordt bijna een beetje zalmachtig, die randen. Het heel warm hazelnoot, richting dat glanzende, ja, goud. Ja. Een interessante vraag van Magnifique. Hoe, of Magnifique, Magnifique natuurlijk, Magnifique. Sorry, ik spreek het helemaal verkeerd uit. Hoe kan je nou het beste langs de cuticle met dat sponsje als je op een echte vinger werkt in plaats van een tip? Dan ruik je namelijk de huid met product, in ieder geval wel snel. Hoe doe je dat? Ja, ja, je raakt altijd wel de huid. Ik zou hem voordat hij de lamp ingaat even met je polish corrector schoonmaken en dan uitharden. Het is onvermijdelijk, denk ik, met deze techniek om toch de huid een beetje te raken. Als je het maar schoonmaakt, is er niks aan de hand. Ja, en we hebben natuurlijk finger protector. Dat is binnen het airnail systeem. Dat is een soort liquid latex-achtig. Heel vies blauw. Maar dat mee kun je op de vinger aan of op de huid aanbrengen. Als je dan gaat tamponeren of airnailsen, dan is de huidbeschermer, dat wordt een plastic laag en dat pel je er zo van af daarna. Ik zal eens kijken straks of ik dat toevallig hier heb liggen. En anders kunnen jullie het vinden bij de Airnails producten in de webshop. Je bent alweer bezig, zie ik. Nou, ik breng even, ik heb dus nu mijn ondergrond klaar, maar omdat ik hier op een stempel ga zetten, ga ik mijn ondergrond wel even beschermen met een laagje bezemtop. Dus die breng ik nu aan. En dat mag wel royaal, hè? Niet dat je pigmentjes gaan schuiven. Dus. Ik kan het zo snel niet vinden, de finger protecting liquid. Oh, ja. Nou, normaal moet de bezemtop anderhalve minuut. Ik doe hem nu een halve minuut, omdat ik hem gewoon als beschermlaagje aanbreng. Ik haal de plaklaag af en dan ga ik hem nog eventjes opbuffen met de white block. Daaroverheen ga ik stempelen, dus dan hoeft hij niet anderhalve minuut. Een halve minuut is dan prima. Nou, Milène blijft een beetje hangen. Die stuurde net, hallo Celina, wat leuk. Ik ga lekker snel weer de skibaan op. Oh. Vervolgens zegt ze, nou, ik wil hier eigenlijk toch wel blijven hangen. Stephanie zegt, doe dat dan. Nou, Milène zegt, zo lang mogelijk in ieder geval. Maar ja, ja wat is het, lange latten? Lange latten, ja. Ja, lange latten. En Natasja komt met de opmerking, dat kruisje zou het logo van Magnetic moeten zijn. Waarop May zegt, jij zegt het, ik dacht het. Ja, daar moeten we maar eens over nadenken. Het werkt in ieder geval wel. Femke zegt, ik vergeet de pigmenten... Oh, ik zal hem even aantikken. Ik vergeet de pigmenten vaak te gebruiken, maar het geeft echt zoveel meer diepte aan je design. Ja. Heel mooi. Ja, inderdaad. En het geeft ook een hele andere kleurtoon aan je producten. Dus eigenlijk, mocht je 100 kleuren hebben met één soort pigment, heb je er plotseling 200. Heb je 3 soorten pigmenten, heb je er heel veel meer. Dus zo kun je ermee spelen. Daarom vond ik ook die verschillende topgels heel erg leuk, die wij eind vorig jaar hebben uitgebracht tijdens het event, omdat je met één topgel al je kleuren weer een ander leven geeft. En zo wordt je product multifunctioneel, zeg maar. Je hebt het even met een white block opgebufferd. Ja, ik heb hem even weer ruw gemaakt en nu ga ik stempelen erop. Nou, de stempelplaat die ik ga gebruiken is de Vintage. Dus deze zit ook in het pakket wat jullie kunnen winnen.
deze nou, Angelique Zuidema vraagt, moet je stempelen voor het huiswerk? Nee, ja, want het gaat om de floral design. Ja, nee, je hoeft niet per se te stempelen voor het huiswerk. Nee. Nou, het design wat ik ga gebruiken is deze. Klein stukje tekst. We hebben de ook nog onleesbare tekst. Ja, we hebben ook nog die lange tekst. Die is ook prachtig, maar voor dit design gebruik ik die kortere. En dan ga ik stempelen met de gewone Next Polish en dan in dit geval de witte. Dus even goed schudden. Wil je nou dat de tekst echt witter wordt, dan zou je hem ook met Liner Gel White kunnen stempelen. Maar ik vind in dit geval dat het niet zo heftig wit is, vind ik zelf wel mooi nu. Ja, dat is ook wel vintage natuurlijk weer. Ja, ja. Nou, even alles klaarzetten, hè, dat alles helemaal goed gaat. Ja. Even kijken. Zo. Er wordt gevraagd in de comments, heet het misschien soft solution waar je het net over had, Pepijn, om een laagje op de naald te kunnen doen? Nee, de soft solution is een cuticle remover. Ik zal wel even kijken of ik het product kan vinden in de webshop en dan plaats ik het eventjes in de comments. Dan weten jullie waar we het over hebben. Dus ga ik eventjes doen, gaan we terug naar jou. Yes, nou de stempel zit erop. En wat ik nou eerst ga doen is, ik ga hier een perkamentstuk van maken. Dus dat het net een oude brief gaat lijken. Daarvoor heb ik nodig weer dezelfde kleur Spiritual Awakening. En daar meng ik doorheen. En daar gebruik ik heel even mijn dotting tool voor. Ik pak een heel klein beetje Liner Gel Black op. Ja. Echt maar een beetje. Ja. En die meng ik door mijn Spiritual Awakening. Dan krijg je een beetje een vergrijsde donkerbruine kleur. Mm-hmm. En door het zware pigment van de Liner Gel Black kun je daar heel mooi mee schaduwen. Dan pak ik mijn Jessica's Choice. Even goed verzadigen. Femke heeft een vraag. Zij vindt het best lastig om te bepalen of het mooier is om in wit of in zwart te stempelen. Mm-hmm. Hoe maken jullie of hoe maak jij nou die keuze, Selina? Eigenlijk door uit te proberen. Gewoon uit te proberen in een design. En het fijne is als je gewoon met nagellak stempelt en het bevalt je niet, veeg je het af met aceton en het is weg, hè? En dan zet je een andere kleur eroverheen. Maar ik doe dat echt door gewoon uit te proberen. Soms heb je iets in je hoofd en dan ziet het er toch heel anders uit als je bijvoorbeeld met wit of met een zwarte kleur of met donkerbruin stempelt. Maar ik probeer het echt uit. Ja. Dit design is trouwens ook wel heel leuk als je het met donkerbruin stempelt. Dus dat kan ook. Ja. Nou, in dit geval, ik heb dus dat mengsel van Spiritual Awakening met Liner Gel Black op mijn penseel. En dan ga ik een randje schilderen of trekken. Maar ook dit lekker slordig. Dus het hoeft geen recht randje wiebelend aanbrengen. En op sommige plaatsen mag die wat dikker, op sommige wat dunner. Zo. Dan ga ik hem niet uitharden. Dan pak ik mijn Detailer 3 er weer bij. Mm-hmm. En ik heb hier ook nog naast me wat nail wipes liggen. Eentje heeft een beetje prep and wipe op zich en de andere schoon. Daar rol ik mijn Detailer 3 eigenlijk altijd dan af. Dus als er te veel product in mijn haartjes zitten, dan rol ik mijn penseel schoon. Nou, dit randje wat ik net heb getekend, ga ik nu een beetje blenden. Dus ik tik hem eigenlijk aan en ik trek hem over de tekst heen. Angelique Zuidema vraagt het verbrande randjeseffect. Ja. Dat is helemaal kloppend, hè? Ja. En Stephanie Auberg zegt, weet je, ik dacht deze workshop wordt weer niks voor mij, maar ik vind hem helemaal leuk tot nu toe. Ja, ik vind het ook heel erg leuk. En ik denk goed te vertalen naar kortere nagels. Ja, gelukkig. Maggie die vraagt, als je de Choice penselen goed verzadigt, trekt de gel polish dan minder naar beneden, dus iets weg van het puntje? Ja, eigenlijk wel, want hij is dan in zijn totaliteit verzadigd, maar je moet wel met dat puntje slepen om hem van je penseel af te krijgen op je palet. Ligt ook een beetje aan de viscositeit van het product waarmee je schildert. Dunner product trekt meer omhoog dan een dikker product. Oké, je bent je dus echt aan het focussen op dat verbrande randje? Ja, en dan tik ik hem aan de binnenkant aan. Dus ik probeer de buitenkant een beetje met rust te laten.
Ja, leuk. Zodat je die binnenkant echt naar binnen trekt. Ja, en zo krijg je ook een beetje een vintage effect met de tekst, hè? Want dan gaat natuurlijk een heel klein beetje van het bruin overheen. Wat ontzettend leuk, want ik had gedacht dat je hem andersom had. Ik heb natuurlijk het eindresultaat gezien, maar ik dacht, je hebt hem andersom gemaakt. Nee. En Stephanie Aumeur vraagt, doe je dit nu met een droog penseel of met een beetje base en top? Nee, een droog penseel. Ja. Wat je steeds schoonmaakt aan je nail wipe. Ja, ik rol hem steeds, dus zodra ik dat, de gel die er ligt aanraak en ik merk dat ik dan te veel gel meeneem over de tekst heen, dan rol ik het penseel schoon op een droge wipe. Ja, je moet je een beetje inhouden dat je niet heel erg ver gaat blenden, want dan is je tekst natuurlijk weg. Ja. Iris Molenbroek zegt, maar hij is echt superleuk. Ja. Ja, vind ik ook. En ik vind ook dat goud weer onder dat bruin weer een hele andere dimensie geeft, ook aan het bruin. Klopt, ja. Nou, zo vind ik hem eigenlijk al leuk. Gerrie Wemekamp vraagt of de tekst ook mag met folie. De tekst met folie? Ja, dus dan daar nog wat folie op drukken als hij is gestempeld. Dat kan. Oh, ja. Ja, dat kan, zeker. Ja. Als je nu in het stukje perkament nog een scheur of zo wil maken. Ja, leuk. Dan rol ik mijn penseel dus gewoon weer door de kleur. En dan kijk ik een beetje naar een leuke plek. Nou, hier bijvoorbeeld zit al een klein streepje. Dan trek ik daar gewoon nog een beetje gel overheen. En dan moet je alleen even uitdenken naar welke kant van het perkament ligt nou lager of hoger. Nou, ik denk dat deze kant lager ligt. Dus naar deze kant blend ik hem dan uit, want daar valt de schaduw op. En dan is het hetzelfde als met het randje. Ook weer een beetje over die tekst heen trekken. Zo, nou dat is stap 1. Die gaat even de lamp in. En dan komt zo meteen stap 2. Gaan we de bloemen maken. Ik heb nog een vraag van Lisette. Zal het design ook anders uitpakken als je die fading aan de andere kant doet van het kadertje? Ja, dan til je eigenlijk dat midden omhoog. Dus dan druk je de achtergrond naar de achtergrond. En dan zou je ook nog een beetje met highlights kunnen werken. Dus, en nu hebben we door die schaduw aan te brengen vanuit die gescheurde rand, krijg je een beetje dat verbrande effect. Zou je hem andersom doen, dan is het net alsof er iets op die nagel ligt waar schaduw achter valt. Dus dat is zeker iets wat je kunt gaan proberen. Zo ontdek je vaak hele leuke dingen. Mee zegt nu al leuk, ja, absoluut. Dan zag ik ook nog een opmerking van Karin. Mijn voorkeur en mijn eerste liefde is echt het rhinestone penseel. De choice penselen gaan bij mij altijd snel naar zijn grootje. Nou, het grootste verschil is dat het rhinestone penseel is echt haar. De choice penselen zijn synthetisch haar. Dus het is ook bedoeld voor een andere stap. Nou, ik zie, wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Nou, we gaan de bloemen schilderen. Daarvoor heb ik hier op mijn palet rouge red neergelegd. En dan pak ik een flinke druppel van op. En dan gaan we de basisvorm van de bloem maken. Dat is eigenlijk een druppel, maar een beetje een druppel met een plat hoofd. Om het zo maar even. Wat zeg je nou? Een druppel met een plat hoofd? Met een plat hoofd. Dus geen mooie druppelvorm, maar een beetje een platgeslagen druppel. Zo. Dat is de basisvorm van je bloem. Nou, zet ik hem aan de andere kant ook. Ik wil twee bloemen hier erbij. En die tweede bloem die verdwijnt een beetje onder mijn stukje perkament. Dus die hoef ik niet helemaal te tekenen. Dus hier trek ik hem iets breder. En dan verdwijnt de aanzet van de bloem achter mijn stukje papier. Het is ook een mooie kleur, hè, die rouge red. Ja, prachtig, ja. En zeker ook in dit, want als je dat met heel fel rood zou doen, dan raak je dat vintage gevoel weer een beetje kwijt. Klopt, ja. Nou, hoe kleiner de bloem, zeg maar, als basis, hoe lastiger even de techniek is. Dus hoe groter om te oefenen, hoe makkelijker. Nou, deze ga ik heel eventjes 10 seconden uithalen. Deborah zegt in de comments, ik dacht even dat het zo'n zegel was. Ja, Deborah, dat had natuurlijk ook gekund. Dat is wel weer heel creatief bedacht. Oh, ja, heel creatief. Ja. Michaela Strunk zegt, ich liebe es auch. Nou, zover mijn Duits, maar danke. Dank je, ja. Ik rol mijn penseel even goed schoon, dat de rode pigment eruit is. En dat hij weer mooi in een punt is. Want we gaan nu met liner gel white de blaadjes maken. En daarvoor heb ik heel weinig liner gel white nodig. Dus ik tik hem weer met het puntje van mijn penseel. Ik tik alleen maar de gel aan. Nou, je ziet het bijna niet daar, ja.
Ik begin heel even met deze. Ik zit te denken, zal ik even wat meer close-up gaan? Ja, dat kan. Ja, dan moet ik eventjes naar mijn appie. 1 seconde. Ja, de techniek is inderdaad verwonderen. Maar het is natuurlijk zo klein dat... Ja, het is echt klein. Ja. En ja, ik ga vast weer als eerste de verkeerde kant op. Hé, hey, nee, nou ja, zo in wonder, zo be it. Wauw, ja. Dan kunnen we net wat dichterbij kijken. Ja, oké. Nou, ik zet dan een puntje neer waar ik het eerste blaadje wil hebben. Maar alleen maar een puntje. Dit is al heel veel producten. Je hebt het wel uitgehard, hè? Dat vraagt Gemma. Ja, ja, ja. Ik heb de rode kleur inderdaad uitgehard. Ja. Nou, ik zorg dat mijn penseel weer goed schoon is. Ja. En dan duw ik de punt van mijn penseel eigenlijk in de liner gel die er ligt. En dan duw ik hem naar links en een beetje naar rechts. Nou, ik zit ademloos te kijken. Leuk. En dan trek ik hem, ik rol hem weer even schoon, anders trek ik te veel witte pigmenten mee. En dan trek ik hem naar beneden. Dat is al je eerste blaadje. Eigenlijk de illusie van een blaadje. Ja. Leuk. Ja. En dan gaan we daar links nog een puntje. En hier rechts nog een puntje. Ik rol mijn penseel weer schoon. Anders heb je echt te veel pigment erop zitten. En dan verdwijnt, ja, dan heb je geen rode bloem meer over. Nou, ik ga meer. Beetje nu nog een beetje meer naar het midden. Oh, want ja. Ja, ja, super. Ja. Dan zet ik mijn punt weer erin. Dit is zo klein dat ik moet opletten dat ik niet met mijn hoofd voor de camera ga zitten. Gaat goed, gaat goed. Oké. Ik zet hem erin en ik trek hem langs de buitenkant naar beneden. En hier hetzelfde. Zet hem in het wit. En iedere beweging je penseel afrollen dat al het pigment eruit is. Ja, anders heb je echt te veel pigment erin zitten. Grappig dit. Echt heel leuk. Nou, dat is al je eerste bloem. Dan gaan we daar hetzelfde doen. Moet je ook weer even goed je midden zoeken? Ja. Zo. Nou, die is nog kleiner, dus dat is wat lastiger. Klein puntje. Penseel wel schoonrollen. Dan zie ik al dat ik nog een beetje wit erin heb zitten. Dus ik doe in mijn bezentop even schoonmaken en weer afrollen. Gemma zegt, ik zie nog steeds geen bloem. Nou Gemma, je moet eigenlijk, het is een beetje een tulpvorm. Ja. Dus het is een beetje een gesloten tulp. Of een beetje een pioenroosachtig effect. Dus met van die bladeren die naar binnen zich sluiten. Heel leuk. En deze duurt al wat langer, hè, dan die andere. Ja, dit is omdat je ook wel even geconcentreerd moet zijn. Het is zo klein. Normaal thuis ga ik met mijn hoofd erop zitten. Maar nu moet ik een beetje afstand houden. Dus ik probeer het zo secuur mogelijk te doen. Karin zegt tijdens die training van Jessica vandaag... Vandaag echt getraind op blenden. Een vak apart, ja. Maar oefening baart kunst, dat is zeker waar. En nail art bestaat eigenlijk uit lijnen en blenden. Als je die twee technieken beheert, dan kun je schaduwen, highlight, want het zijn allemaal vormen van blenden. En detailleren, dat is vormen van tekenen. Anja van S zegt, het is maar goed dat ik zo'n vergrootglasbril heb om dit prachtige design te maken. Ja, je kunt natuurlijk ook ietsjes groter werken. Ja, precies. Dat is ook makkelijker. Stephanie Auburg zegt, zelfs ik zie hem en ik zie geen diepte over die bloem. Dus dat is, er was even een discussie over. Dan zegt er ook iemand, maar ik weet niet wie. Prachtig, Celine, dat is Natasja. Ik zou de detailer 1 pakken, zegt Lisette. Anders krijg ik 1 witte vlek. Ja, het kan ook. Dat je kan, kunt ook, ja. Of een master detailer bijvoorbeeld. Dat is absoluut ook mogelijk. Ja. Oké, wat ga je nu doen? Ik heb hier een beetje liner gel black door mijn rouge red gemengd. Ja, ja. Zodat je een iets donkerdere tint krijgt dan de oorspronkelijke tint. Pak ik maar een heel klein puntje op en die leg ik in het hartje neer. Midden. Even een beetje naar het midden gaan. Oh, sorry. Ja. Ja. Om een beetje schaduw te krijgen. Ja, je creëert daardoor net iets meer diepte. En hier ook. Het is maar heel weinig.
Nou, die hoef ik even niet uit te harden. Dat is prima zo. We gaan gelijk verder met de blaadjes. Daarvoor pak ik weer mijn Jessica's Choice. Ik rol hem even schoon dat mijn vorige pigment eruit is. En dan pak ik de Normandy Green, heb ik hier liggen. Dus ik pak de kleur gewoon nu even zoals die is. Voor een mooi lichte, gewoon een lichte groene kleur. En daardoor gaan we wat blaadjes tekenen. Even kijken. Ja. Nou, dit is eigenlijk maar de aanzet alleen maar hier van een blaadje. En aan de andere kant hetzelfde. Leuk. En Stephanie Alburg zegt, als je die liner white nou meer in een cirkel zou trekken, krijg je dan een beetje een pioenroos idee? Dat kan, maar je zou ook die blaadjes die Celine nu in het wit heeft neergezet, die zou je ook verder uit kunnen waaieren als het ware. Dus de eerste laag, tweede laag, derde laag, vierde laag. En zo speel je steeds met het licht en het schaduw en dan krijg je ook een pioenroos. Maar dan moet je een wat grotere rode basisvlek maken, zeg maar. Die blaadjes voor zijn dan onderdelen in die vlek. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik pak nu weer een beetje liner gel black, wat ik door mijn Normandy Green heen ga mengen. Voor een donkerdere groen. Ik ga ook weer een beetje uitzoomen als je straks op topshot bent. Ja. Want dan heb je iets meer bewegingsvrijheid. Dat is goed. Maar dat kan ik pas doen als we zo direct op topshot zijn. Ja. Zo. Dan hebben we het detailwerk gezien. Dan heb jij nu weer wat meer ruimte om te bewegen. Nou, de bloemetjes zijn nu klaar tot zover. En dan gaan we wat leuke blaadjes aanbrengen. Dus ik pak dat mengsel van Normandy Green met mijn liner gel black. Ik zorg dat mijn punt verzadigd is. En dan gaan we een blaadje leggen. Nou, ik wil eigenlijk eerst een krul maken. Dus ik leg dan altijd een punt neer. Dan draai ik even mijn tipje. Even kijken hoe dat mag, toch maar zo. Dus de punt product lichter en dan maken we een krulletje. Ik ben gek op bloemetjes en ik ben gek op krullen. Ja. Net als Debbie. Wow, dit kon wel eens een verslaving gaan worden. Bloemen zijn zo mooi om te schilderen. Ik vond het altijd erg moeilijk. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het ook zo mooi. En nog steeds van Dinette ook. Celine, wat zijn jouw eigen nagels prachtig. Oh, dank je. Gaaf. Oké, dus een beetje een barokke krul. Ja. En waar ook een blaadje aan vast zit. Ja. En dan gewoon, eigenlijk is dit een beetje vrij. Gewoon wat jij leuk vindt, waar jij een blaadje wil hebben, dan mag je een blaadje neerzetten. Hier zitten echt geen regeltjes aan vast. Wat kronkellijntjes, het mogen ook gewoon echte krullen zijn, wat je wil. Wil je nou echt nog een ronding maken aan die krul, dan doe ik altijd nog een puntje neerzetten. Mm-hmm. En vanuit dat puntje trek ik hem door. Karin Kramer vraagt, kun je de Normandy Green ook mengen met liner gel om strakkere krullen te krijgen? Nou, het is al behoorlijk strak, hè? Of had je hier nou wat zwart doorheen gedaan? Ik heb hier inderdaad de liner gel black doorheen gedaan, ja. Ja. Het maakt het iets makkelijker, omdat de gel polish van zijn eigen natuurlijk wat vloeibaarder is. De liner gel is heel stug, dus dat mengsel is wat stugger dan de gel polish van oorsprong is. Nou, hier ook een blaadje. Stephanie zegt, oh nee, krullen, moeilijk. En Gemma zegt, zo maak ik de krullen ook. Eerst een stip zetten en dan de krul trekken. Ja.
Ja, dat werkt het beste eigenlijk. Ja, ik vind hem wel goed zo. Ik was aan het denken of ik nog ergens een blaadje bij zet, maar nee, ik denk het niet. Ik laat hem zo. Deze haal ik uit. En dan ga ik hem aftoppen. Ik merk altijd, ik weet niet of dat aan mij ligt hoor, maar ik vind het altijd fijner als ik een design maak, doe ik hem eerst met base en top aftoppen en dan pas met de extreme mat. Ik merk dat soms ik de kleine details verlies als ik hem gelijk aftop met de extreme mat. Dus, en de base en top beschermt dan op de een of andere manier die hele fijne lijntjes. Oh, ik laat nog één ding zien, denk ik nu ineens. Ik vergeet iets. Ja, om hem nog iets, nog iets vintage te maken, mijn penseelwiel, trek ik even wat lijntjes nog erbij. En dat doe ik met het mengsel van Spiritual Awakening en Lionel Gel Black. Dus donkere mengsel. Ik doe even weer mijn penseel verzadigen. En dan trek ik hem vanuit het perkament, trek ik gewoon willekeurig wat lijntjes. En dan een beetje kronkelend. Hier ook. Zo. En als je nou een lijntje hebt waarvan je denkt, oh, die vind ik veel te dik of die zit niet helemaal mooi, pak ik weer een schone detailer 3 en dan ga ik langs dat lijntje eigenlijk een beetje vervagen, naar beneden trekken. Heel leuk. Echt schattig. Ja, het zijn echt geen moeilijke technieken om te leren. Eigenlijk, als je nog geen ervaring hebt, is dit echt wel heel leuk om te doen hoor. Het zijn maar hele simpele lijntjes, maar dat voegt toch op de een of andere manier net iets extra's toe. Die gaat nog even snel de lamp in en dan ga ik hem aftoppen. En dan voeg ik op de toplaag, op de extreem matte toplaag, nog wat kleine details toe. Debbie Dussel zegt, wow. En dat was jouw comment, Debbie. Jij wil dus eventjes nu gaan aftoppen, hè? Ja. Dat doe je dus met base en top en met extreme mat. Ja. Nou, dat geeft mij even tijd om jullie te vertellen wat het huiswerk ook weer is. Wat jullie deze week of deze 2 weken moeten gaan maken om jullie certificaat te verdienen. En natuurlijk ook kans te maken op de prijs. Dat zijn 2 setjes van 4 nagels, waarvan 2 nagels een vintage floral design hebben. Dus 2 sets van 4 nagels, dus zoveel, waarvan er 2... van ieder setje een floral design hebben, een floral vintage design. En hoe je dat dan combineert is helemaal vrij en jouw keuze natuurlijk. Als je dat hebt gedaan, nou, dan hebben we regels. Je hebt namelijk 2 weken de tijd om dit te doen, tot en met 21 februari. En dan 's avonds maak ik bekend wie de winnaar zijn van die challenge. Stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album in de Facebookgroep, het album genaamd Vintage Floral. Zijn er verbeterpunten? Neem Jessica met jullie contact op om die met je te bespreken. En vergeet niet step-by-step foto's van je huiswerk te maken. Dat maakt het voor ons namelijk makkelijker om zeker te weten en om te controleren dat het ook door jou is gemaakt. Nou, ik zie dat de laag Extreme Mat nu wordt aangebracht, dus dat geeft mij nog heel even een beetje tijd. Je kunt namelijk een hele mooie prijs ook dit keer winnen. 2 stempelplaten, gold foil, de ombre en dotting tool, of de ombre en pigment tool. Een detailer nummer 3, een rhinestone display, extreme matte top gel. Nou, gewoon, je kunt weer helemaal lekker aan de gang gaan met deze producten. Om je eigen, of om jouw klanten ook te introduceren aan die vintage nail art. Volgende week hebben we natuurlijk ook weer een e-workshop. Hè? Dat is op maandag de 14e, Valentine's Day. En op Valentine's Day ben ik hier samen met Gil en Deborah. Ach ja, je moet dit is hartstikke gezellig. En tijdens Valentijnsdag gaat Deborah ons laten zien Play with Inlay. Nou, jullie kennen Deborah, jullie weten, het wordt helemaal over de top, maar wel helemaal te gek wauw. Dus dat gaan we volgende week maandag doen. Natuurlijk hebben we nog meer te doen in de maand februari, want de week erop komt Brenda van Tongeren en zij is van MF Academy, een collega van Syriza, en zij gaat een swirl inlay design laten zien. Ook heel erg mooi, ook techniek. Dus 2 keer techniek naar elkaar. En dan hebben we natuurlijk wel weer even behoefte aan
nail art. Dus er komt Michelle Taribuka en zij gaat all about roses. Allerlei verschillende technieken om rozen te maken. Nou, denk je nou na vanavond, ik zou het leuk vinden om een keertje van Selina les te hebben, dan kan dat bij ons in Weert. En daar is Selina en zij geeft deze workshops. Maak dus een screenshotje voor jezelf, dan weet je dat je daar terecht kan voor bijvoorbeeld op 26 februari Vintage Floral. Je bent altijd van harte welkom in Weert of in Kaatsheuvel of in Soesterberg of bij een van onze distributeurs. Nou, ik denk dat de tweede laag nu wel is uitgehard. Zeg ik dat goed? Ja. Oké, okay, dan gaan we terug naar jou. Nou, hij komt nu inderdaad uit de lamp. Hij is nu in feite al klaar, maar ik ga nog wat kleine highlights aanbrengen. En dat is, dat hoeft niet, maar ja goed, ik vind dat altijd net wat meer toevoegen. Dus ik heb hier op mijn palet heb ik die Normandy Green. Hier zie je hem liggen. Daar heb ik liner gel white doorheen gemengd, zodat je wel in dezelfde tint blijft, maar dan lekker, ja, een lekkere highlight kunt aanbrengen. En die highlight breng ik op de blaadjes aan. Dus ik ga er heel fijntjes langs. Etty vraagt, moeten het alleen bloemen zijn of mag het ook zoiets als Selina nu maakt? Je mag ook je huismerk maken zoals Selina het nu maakt. Dus, maar het is nog steeds een bloemetje, maar dan gecombineerd met andere vintage elementen. En Gemma, jij vraagt welke workshops krijgen we in maart? Die maak ik volgende week bekend. Ja, die highlights die doen echt, die maken het verschil van dag en nacht, hè? Ja. Ja, ik zit gewoon in opperste verbazing of lekker mee te genieten. Ja, dat highlights, dat is natuurlijk wel een werkt met maten. En in het midden, alsjeblieft. Oh, sorry. Ik doe deze lijntjes heel eventjes snel in de lamp, 10 seconden. Ik rol ik mijn penseel schoon en dan pak ik de puur liner gel white. Ja. Anja van S zegt, ik ben er helemaal weg van. Prachtig. Ja, het is ook heel mooi. Een heel klein beetje. En dit is voor de bloemetjes te highlighten. Dus dit is puur liner gel white. Jessica zegt, prachtig, Selina. Oh, en Karin Kramer zegt, bibberende krullen, moet lukken. Ja. En May zegt, beeldschoon, met een hartje er, of een roosje daarbij. Oh. Een beetje geïnspireerd op jouw kleine schattige bloemetjes. Dank u. Syriza komt net online en zegt, hi iedereen, klaar met lessen. Nu even van jullie meegenieten. Nou is het design af eigenlijk. Nou heb ik hem hier ook verwerkt al voor jullie, in een setje. Ah, heel mooi. Dan zijn de bloemetjes prachtig. Iets groter. Hier al helemaal, hè? Dus dit is echt wel een stuk makkelijker om te maken. Hier aan de zijkant heb ik die gold foil nog verwerkt. Die je ook kunt winnen. Ja, die zit ook in de prijs. Dus dit is het eindresultaat. Hou maar even goed in het midden. Ja. En dan gaan we weer. 3, 2, 1. Screenshot! En Karin Kramer zegt op de val, misschien komt het door mijn leeftijd, maar ik hou van vintage. Nou, ik hou ook van vintage. May zegt, wauw. En Etty zegt, echt prachtig. En ik vind het ook echt heel mooi. Michelle zegt ook heel mooi. En er staat bij, Linda Klomp zegt, mooi die Proteas bloemen. Proteas bloemen. Okay. Proteas. Wow. Klinkt goed. Wauw, zegt Soraya Eekhout. Nou, het is echt prachtig. Heel gaaf, zegt Stephanie Auburg. Ik vind het ook echt heel mooi. En Davy Faber zegt ook, klantje liep uit, maar ik ben er. Ja, heel mooi gedaan, Selina. Nou, dankjewel. Echt heel zacht en vrouwelijk. Dankjewel. Ja, dank je. Je hebt nog één design voor ons, hè? Ik
heb er nog eentje, ja. Ja, maar voordat we naar dat design toe gaan, hebben we even tijd voor een kleine commercial break. We gaan naar de lente en dat betekent ook een aantal van de kleuren die jij hebt gebruikt vandaag, Celina, komen uit de lentecollectie. Jumping into Spring. Lentepastels die eigenlijk ideaal zijn voor deze vintage techniek. Lentepastels. Niet heel schreeuwerig, maar een beetje ingetogen pastels. En heel geschikt voor deze vintage techniek, zoals ik zojuist al zei. Nou, in ieder geval, en Linda zegt, sorry, ik ben bloemist, Protea, Google maar, daar lijken ze echt het meest op. Ik ga straks naar de show googlen. Als ik het allemaal tegelijkertijd ga doen, wordt het een beetje ingewikkeld. En Davy zegt, ben zo toe aan de zon met die commercial helemaal. Ja, het was gisteren slecht weer, hè. Nou, het leek wel alsof de douche aanstond de hele dag. Rick zei nog tegen mij, ach ja, het was maar één buitje gisteren, maar wel de hele dag. Maar vandaag was het mooi weer. Was het toch weer even genieten en dan denk je inderdaad aan lente, dan begint dat toch weer te kriebelen. Ik heb zo direct voor jullie de winnaars van de challenge van Sylvana. Maar we gaan eerst kijken naar het begin van het design, wat jij nu gaat maken, Celina. Ja, klopt. Ik heb al eventjes wat voorgewerkt, omdat de basis is hetzelfde, dus die kennen we inmiddels. Ik heb hier een tip met 2 keer wide is wide. Ook weer een kader met Spiritual Awakening aangebracht. En dan heb ik met de kleur beige bloem alvast 1 laag gemaakt in een hartjesvorm. En die laag, dat hartje, ga ik dus nu nog een keer leggen. Want we gaan nu wet in wet werken. Dus ik heb hier beige bloem. Dus ik ga een 2e laag aanbrengen. Gemma zegt, ik heb nu al zin om bezig te gaan met het huiswerk. Dat snap ik. Oh, leuk. Ook heel erg leuk, ja. Ik ben benieuwd. Ik had nooit deze kleuren bij elkaar gecombineerd. Maar dat, nee, ja. Nee. Maar ja, die kleur, het wordt een houten hart. Dus het blijft ook niet helemaal deze kleur. Maar ik moet een goede natte laag hebben. Ik rol het overtollige van de beige bloemen rol ik uit mijn penseel, maar ik maak hem niet helemaal schoon, het hoeft niet. En dan pak ik een beetje Spiritual Awakening op. Dus de pure kleur, niet gemengd met Liner Gel Black. En dan gaan we eigenlijk bij een wet werken. Dus ik leg wat product neer. Ja. En die ondergrondkleur, dat is Whitest White, 2 laagjes. En dan die Spiritual Awakening als Twilight Zone. Ja. Dat vraagt Gemma nog eventjes. En dan nu dus met de beige blue maak je het hart. En nu pak je ook weer die Spiritual Awakening, wet in wet. Ja, wet in wet. En dan wil je wat lijntjes trekken. Oh dus ja, grappig. Je gaat het een beetje blenden, maar niet helemaal mengen dat je een totaal andere kleur krijgt. Maar dat je wat rommelige lijntjes krijgt. Ik draai hem even om. Hier hetzelfde. Grappig. Pak een beetje erbij, van boven. Een beetje houtnerf dus, vraagt Debbie. Ja. Ja, inderdaad. En Debbie zegt ook echt de vintage kleuren, toch? Ja, dat ben ik wel helemaal met je eens. Ja, Stephanie heeft de achtergrond gemist. Nou, Stephanie, dat is eigenlijk gewoon white is white, 2 lagen. En dan
weer die Twilight Zone gemaakt met Spiritual Awakening rondom, uitgeblend eroverheen en vervolgens met beigebloem een hart gemaakt. En dit is de tweede laag beigebloem waar Wet in Wet met diezelfde donkerbruin Spiritual Awakening een soort houteffect in wordt gemaakt. Zo. Leuk. Ja, nou die harden we uit. En ook een seconde of 30 of zo? Hoeft niet. 10 seconden is in feite prima. Hij gaat nog zo vaak de lamp in dat in de tussentijd is die laag dan echt wel uitgehard. Dus 10 seconden is prima. Maggie vraagt, zou je dit ook met je ombere penseel kunnen doen? Het zou wel kunnen, denk ik. Maar de kans dat je buiten de lijntjes van het hartje omgaat met je ombere penseel is wel erg groot, denk ik. Het is maar een heel klein oppervlakte. Dus het lijkt me lastig. Het kan wel. Alles kan. Even kijken. Nou, dit is uitgehard. En ja. Dan ga ik met mijn Jessica's Choice. Weer met de kleur Spiritual Awakening. Ga ik wat noesten aanbrengen. En gewoon wat lijntjes net even wat duidelijker maken. Dus ik kies dan altijd een plek uit waarvan ik denk, oké, daar zit al een duidelijke lijn. Zoals hier bijvoorbeeld. Dan breng ik daar een punt aan van mijn Spiritual Awakening. En dan trek ik die een beetje door, ook weer in een kronkelend lijntje. Debbie Dussel zegt, ik heb houtnerf schilderen van mijn vader geleerd, maar dan heel erg gedetailleerd. Misschien ga ik dat wel toepassen. Oh. Nou, nu word ik helemaal nieuwsgierig, Debbie. Ja, dat wil ik wel zien. Ja, één tip, helemaal houtmotief ernaast. Ja, hoor ik in mijn oor van de regie. Dat is inderdaad een leuk idee. Ja. Zo, die halen we weer even uit. 10 seconden. Ja, dat duurt 10 seconden lang, hè? Ja. Vinden jullie nou ook niet? Ik dacht, ik hou eens even 10 seconden mijn mond. Dat is erg lastig. Heel lang, ja. Ik wil deze basis even beschermen. Dus ik ga hem aftoppen met weer bezentop. En ga je hem dan ook een beetje egaliseren? Of is dat niet van belang? Niet, nee, is niet noodzakelijk. Die doe ik 30 seconden eventjes uitharden en dan ga ik hem weer even opruwen met een whiteblok. Dus ik weet niet of je nog vragen hebt of commentaar. Debbie reageert, ik zal een van jullie maken op een volledige dip als mijn gezondheid dat toelaat. Gaat nog niet erg goed met me. Nou, dan is dat prioriteit nummer 1. En dan komt dat houtnerfdesign later wel. Heel veel gezond of heel veel sterkte en beterschap toegewenst. Ja, dat neemt niet weg dat ik toch heel benieuwd ben hoe je dat dan zo gedetailleerd moet maken en hoe dat werkt. Is dat Debbie Meerschaar die... Debbie Dussel. Sorry? Debbie Dussel. Oh, nee. Nee. En even kijken. Ja, ik heb wel een aantal mensen die reageren. Oh, dat is leuk. Oh, dat kan ook op die manier. Kan ook op die manier. Nou, welke manieren je toepast, dat is natuurlijk helemaal aan jou. En jij bent daar helemaal vrij in. Wat ik denk ik even ga doen, is de winnaars van Sylvana's challenge van 2 weken geleden. Sylvana was hier natuurlijk bij mij met die babyboom meets blushes meets glitterboom. En dat was echt ook al heel erg interessant om te zien wat er allemaal mogelijk is binnen één systeem. En ze had huiswerk. En dit is het huiswerk. Maak 4 verschillende variaties van de blush babyboom met glitters. En dat mocht ook op Colourpops. Nou, dan hebben we hier voor jullie de 3 winnaars. De allereerste is, gefeliciteerd, Maren Pendjol. Maren Pendjol. Van harte gefeliciteerd met jouw inzending. Heel erg mooi gedaan. Jij had het op tips gedaan. Van harte gefeliciteerd, nogmaals. Nou, de tweede inzending is van Patricia Dijkstra. Van harte gefeliciteerd, Patricia. Natuurlijk ook vaak meegedaan. Hele mooie inzending, mooie foto's ook, met zo die blusjes op de achtergrond. Heel erg mooi gedaan, van harte gefeliciteerd. En de derde, dat is Susanna Avila Lama.
Susanna Avila Lama. Susanna Avila Lama. Van harte gefeliciteerd. Heel mooi. Ik zie ze hier ook heel duidelijk in beeld. Prachtig. Van harte gefeliciteerd. Wat krijgen jullie toegestuurd? Dat is dit pakket. Ook die ombre tool die nu wordt gebruikt. Het fluffy penseel, het blusjespenseel, de powder white, boom of de boom powder white. En een blush naar keuze. Dus er wordt contact met jullie opgenomen en jullie krijgen jullie prijzen naar huis gestuurd. Van harte gefeliciteerd nogmaals. Heel erg bedankt voor de inzendingen. Het is altijd veel werk hoor, al die inzendingen en het huiswerk doen en er doorheen gaan. Maar het is tegelijkertijd ook zo leuk dat jullie met zoveel meedoen en zo... Ja, we zien ook echt mensen zichzelf ontwikkelen in de loop der jaren. Dus ontzettend bedankt voor jullie inzendingen. En nog één keer van harte gefeliciteerd. Wij gaan terug naar jou, Selina. Ja, goed. Ja, ook van mij. Proficiat, dames. Echt mooi. Nou, de volgende stap. Ik heb mijn tip weer eventjes opgeroepen met een whiteblok. Dus een mooi doffe ondergrond. En dan gaan we hierop roosjes maken. Ik ga roze knopjes maken. En dat doe ik met mijn Rouge Red. Dus de pure kleur. En dan laat ik eigenlijk een hele simpele manier zien om een rozenknopje te maken. We beginnen met een druppelvorm. Mm-hmm. Maar nu wel een echte druppel. Ja, een echte. Een hele mooie druppel. Dit is de basis eigenlijk van een rozenknopje. En dan is het een kwestie van, nou, waar wil je ze hebben? Ik denk dat ik hier nog eentje wil... Hieronder. Je mag het ook over het houten hartje heen laten lopen. Dat is ook wel leuk. En dan misschien, nou, wat zullen we doen hier? Nog eentje. En ik laat een knopje zien die nog niet helemaal, zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Nog niet... Dit is inderdaad, ik hoor het in mijn oor van de regie, maar het is natuurlijk superleuk voor Valentijnsdag volgende week. Dus heb je deze week nou nog klanten die zeggen, oeh, ik zou wel denken, misschien een beetje een Valentijn, ik heb zin in Valentijn. Nou, hoe leuk. Ja, inderdaad. Ja, superleuk. En ik laat zo meteen nog een variant zien waarop je ook een houten hartje kunt verwerken. Dus ideeën genoeg voor volgende week is het al, hè? Ja, Guilaine vraagt, duurt het soms wat langer voor je reactie krijgt op de inzending? Ja, dat kan soms wat langer duren. Het ligt eraan hoe druk Jessica is. Ze heeft natuurlijk vandaag lesgegeven in Kaatsheuvel. Gisteren was ze bij Emieren in Deventer. Er is natuurlijk een busy bee, hè, onze eigen Jessica. En zij wil het allemaal verwerken. Maar mocht je nou een keertje denken van, nou, wanneer krijg ik nou mijn feedback? Stuur gewoon even een pb'tje naar Jessica en dan helpt zij jou verder. Oh, dat zegt Jessica al. Welke inzending? Stuur me een pb, ik help je graag verder. Nou, haha. Great minds think alike, hè? En Gemma zegt, door jullie workshops is mijn nail art veel beter geworden. Nou, dat is heel fijn om te horen. Graag dat ze daaraan hebben kunnen bijdragen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook talent en oefening en training, inspiratie. Alles komt samen. Nou, heel leuk. Jij zit weer klaar. Ja. Nou, we gaan die roze knopjes dus een beetje vormgeven. Nou, ik heb weer een heel klein beetje Lionel Gel White op mijn penseel. En dan ga ik puntjes even zetten. Dus ik zet hier een puntje. En ik zet... Ook weer met die witte puntjes? Ja, witte puntjes. Ik zet daar een puntje. En dan hier een puntje. Hoofd, schouders, knieën, teen. Even op je hoofd letten. Oh, sorry. En... Hier een kleintje. En dan rol ik mijn penseel weer schoon. En dan is het weer dezelfde techniek. Dus de punt van mijn penseel gaat in de gel. En dan duw ik hem een beetje in een, ja, wat is het? Een swirl-vorming. Oh, je slaat hem eigenlijk eroverheen. Ja. Hier aan de andere kant. Dus ik duw het Zo deed ik dat vroeger met acryl ook, ja. Eerst een platte druppel en dan leg je die randen erop, waardoor je dan echt het roze effect krijgt. En steeds tussendoor je penseel schoonmaken, hè? Ja, want anders heb je zoveel wit erop zitten dat je dadelijk helemaal geen rood meer ziet. Blend je ook echt bewust het wit zo ver mogelijk weg, dat je echt die overgang krijgt van dat wit
via roze naar rood? Ja, dat probeer ik wel. Als het niet lukt, is dat ook niet erg. Want we brengen dadelijk met de laatste laag liner gel nog zoveel definitie aan dat het ja, uiteindelijk altijd een roze knopje gaat worden. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd wat je straks nog gaat doen. Ja. Zo, dat is stap 1. Die gaat even de lamp in. 10 seconden is goed. Dan heb ik hier op mijn palet heb ik de kleur champagne yellow erbij gelegd. Die ga ik een beetje mengen met mijn Normandy Green. Zodat ik een iets lichtere kleur groen krijg. Dus nu heb ik 3 kleuren groen op mijn palet liggen, maar allemaal met dezelfde basiskleur. Dus op deze manier matchen de kleuren ook mooi bij elkaar. Ach, Debbie. Ah, Debbie Dussel zegt, en nu heb ik een probleem. Ik ga net met mijn kont op mijn bril zitten. Oh. Beide pootjes eraf. Oh, nou, oei. Balen en herkenbaar. Ja, dat is inderdaad balen. Even kijken, we gaan... Ik heb hier, zoals jullie zien, heb ik gewoon een rondje gezet. Ja. Dat wordt dus nog een roze knopje die echt nog in die groene blaadjes zit. Daarvoor pak ik in eerste instantie van die allerlichtste groene kleur een beetje op. Ik moet even de juiste houding vinden. Zo. En dan trek ik een lijntje eigenlijk dwars over hem heen. Mm-hmm. Dan ga ik naar mijn donkere kleur groen, dus die ik gemengd heb met mijn liner gel black. En dan trek ik hem hier erlangs. En aan de andere kant hetzelfde. Dan zie je nog een heel klein beetje het rood erdoorheen. Die haal ik wel even snel uit voordat mijn kleuren in elkaar overlopen. Een paar seconden. Gemma zegt, ik zou een error krijgen om al die namen van de gelpolish te onthouden. Nou ja, weet je, Gemma, je hebt mensen die onthouden nummers en je hebt mensen die onthouden namen. Zo zie ik, weet ik bijvoorbeeld dat Ingeborg, die ook zit mee te kijken, onthoudt altijd de nummers. Maar ik ben heel erg gevoelig voor de namen. En toen heb ik ook nog eens geleerd van Sylvana om die namen te gebruiken in je communicatie met je klant. Dus ben jij meer in de mood voor feeling the grass? Ben je in een beetje een festivalmodus? Of wil je wat meer vrijheid voelen? Of ben je misschien meer, heb je meer zin in fashion forward? Dan is het de look is mint. Dus een beetje spelen met die namen in je conversatie. Dat geeft natuurlijk een beetje een extra dimensie. Maar ja, je hebt dus mensen met nummers en mensen met namen. Hè, Celine, wat ben jij? Ja, definitely namen. Ik ook, nummers, definitely namen. Nee, nummers blijven bij mij echt niet hangen. Nou, ik heb eventjes hier bij het design groene stipjes gezet bij de aanzet van mijn roze knopjes. En die trek ik nu er langs. Zo. En dat doe ik aan beide kanten. En dat mag best wel voorbij het knopje, dus dat je echt een blaadje ziet zitten. Ja, heel mooi. Geef je een roosje, mijn roosje. Zo, dan heb je de blaadjes af. En dan gaan we de steeltjes met elkaar verbinden. En ja, ik vind het altijd wel leuk bij dit ontwerp om er een beetje grillige steeltjes van te maken. Dus dat je echt wel mooie, wiebelende lijntjes hebt. Past ook goed bij de wat harde steeltjes van rozen, hè? Ja. En het is ook wel lekker makkelijk. Als je niet goed bent in strakke lijntjes trekken, hoeft dat niet. En dan gaan we weer op dezelfde manier een paar blaadjes toevoegen.
Ja, doe je dit altijd in een compositie van twee? Twee blaadjes bedoel je? Of? Nee, twee van dit soort nagels. Oh, zo. Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat sowieso altijd wel mooi hoor, om op een volle set de middelvinger en de ringvinger te voorzien van een design. Ja. Dus dan zit je automatisch al met twee vingers. En ik vind het dan wel leuk, ik zou dan niet exact hetzelfde design op beide vingers doen, maar dat het design bijvoorbeeld overloopt. Ja, leuk. En het is niet moeilijk, de design, maar doordat je zoveel krulletjes en friemeltjes en kleine blaadjes toevoegt, lijkt het heel ingewikkeld. Maar het is eigenlijk super basic. Het zijn allemaal hele basic vormpjes. Ja, nou, Lisette zegt, je weet toch, ik haat bloemen. Ik haat bloemen, dus niks niet easy peasy, easy shit. Oh, sorry. Ja, als je niet houdt van bloemen, dan is het inderdaad een beetje lastig. Maar Karin Kramer daarentegen zegt, that's my kind of work. Bibberende lijntjes. Ben ik ook heel goed in, Karin. Gewoon 3 koppen koffie drinken van tevoren. Dan ga je vanzelf bibberen. Nou, die gaat eventjes de lamp in. En dan ga ik weer over naar mijn detailer 3. Dan gaan we schaduw aanbrengen. Deze keer ga ik niet met een mengsel werken, maar ik pak puur de Line on Gel Black. En waarom? Die is zo gepigmenteerd, je hebt maar heel weinig nodig. Waardoor je echt een heel mooi schaduweffect bij dat hout krijgt. Je krijgt een beetje dat gebrande houteffect. Ah, oké, cool. Yes. Nou, ik pak hem weer. Dus ik rol mijn Detailer 3 echt mooi in een scherpe punt. En ik tik met mijn punt de Line on Gel Black aan. Heel klein beetje. En dan ga ik eigenlijk rondom het hele hart schaduw aanbrengen. Dus ik zet wat puntjes overal. Het is wel grappig dat je dat met die puntjes doet. Ja. Daardoor heb je heel veel controle natuurlijk. Ja. Ja, omdat je maar zo weinig nodig hebt. Het product wat er ligt is echt meer dan genoeg. En ook nu weer, ik duw het product daar waar ik het hebben wil. En hier ook, duw hem. Mooi. Stephanie zegt, ik zou nu echt bang zijn om het te verzieken als ik al zo ver ben. Daarom zet Celine ook die hele kleine puntjes. En daardoor kun je dus heel precies werken. En zoals je ziet, Stephanie, ze gebruikt de punt van haar penseel en die houdt ze op de rand van het hart. Waardoor die rand van het hart altijd scherp blijft. En dan vervaag je het naar binnen toe. Als je het met hele kleine stapjes doet, hoef je nergens bang voor te zijn. En het ergste geval, stel je voor je schiet uit, dan heb je een polish corrector pen. Ga je er even overheen, is het weg? Ja. Klopt. Ja, je kunt beter te weinig product in eerste instantie oppakken en altijd nog bijpakken, dan dat je te veel liner gel neerlegt. Dan kom je gewoon echt het even af en nemen. Ik pak hier nog een heel klein beetje bij. Ja, je kruipt er nu echt in, dus we hebben al iets meer dat we op je haar kijken. Sorry. Nou ja, maakt niet uit, we snappen het wel. Maar ik zou ook de neiging hebben erin te kruipen. Draai hem eventjes om. En je doet het hele houten hart, hè? Althans de zichtbare delen van het houten hart. Ja. En die rand die hoeft ook niet super netjes. Want ik ga er dadelijk, als die klaar is, nog met een highlight langs. Dus dan kun je die rand echt nog super netjes maken.
Zo. Dan wil ik een beetje bij het roosje nog schaduw aanbrengen. Dus een puntje weer. Sheila van Straten vraagt, de binnenkant van de rozen waren een soort S-vorm, toch? Ja. Ja, een soort S-vormpje. Zonder het eerste gedeelte van de S eigenlijk. Ja. Je gaat dus zo, doe je. Kijk, je hebt een druppelvorm. Kunnen jullie dat zien als ik dat doe? Ja. En dan ga je zo de omslag maken, als het ware. Is dat te zien? Met je penseel, zo, heel gek om dit in spiegelbeeld te moeten doen, zo doe je dat. Dus dat is inderdaad een soort S-vormpje. Nou, het begint al ergens op te lijken. Hier tussen die roosjes in wil ik nog een beetje schaduw. Ja, Cerisa zegt in de comment, en het verraderlijke hiervan is dat het lijkt alsof Selina lekker veel speelruimte heeft, maar in het echt is dit hart natuurlijk mini. Ja. Nu komt er wel veel diepte in, zegt Ingeborg. Ja. En Gerry zegt, oh jeetje, ik ben zo gespannen aan het kijken dat ik ongemerkt heel pakje tuk heb opgegeten. En Chantal Heren zegt, ik ga het morgen nog even terugkijken, maar dan op de tv, dan is het groter dan op mijn telefoon, zodat ik alle details beter kan zien. Ja. Goed idee. Hm. Nail Talk Live en eten is een goede combi, zegt Lisette. Dit is my favorite combi, absoluut. Femke, dit is mijn hart, mijn houten hart, zegt ze in de comments. Ja, ja, niet grappig. Zo verschrikkelijk mooi, zegt Debbie Dussel. En zo mooi, zegt Amber de Leeuw ook. Ja, het wordt echt heel mooi. Het is echt een beetje een houtvat. Nou, dan hebben we niet alleen tuk om te eten, een houtvat om te drinken en een roosje om aan te ruiken. En Maggie zegt al ergens, het begint al ergens op te lijken, voor mij is het geweldig al. Maar Maggie maakt zelf ook hele mooie nail art, dus ja, ik zou zeggen, ga je lekker uitleven. Mee zegt ook een heel mooi design dit. En Linda Klomp reageert op, ik heb het hele pakje tuk opgegeten met ja, haha, ik een hele bak ijs. Ja. Oh, wacht even. En Stephanie zegt, nee, niet meer, ben al 2 kilo kwijt nu door mijn koolhydraatarm dieet. Goed zo, vanwege medische redenen, maar je bent toch, dat is altijd mooi meegenomen, hè? Karin zegt, zo mooi, maar iets dat ik niet kan, gewoon oefenen, gewoon proberen. En dan heb ik hier nog Anja Verret. Hallo allemaal, na een veel slecht nieuws vandaag toch nog even mijn zinnen verzetten. Morgen helemaal terugkijken. Nou, ik hoop dat het niet te erg is, Karin. Echt Wauwie zegt, of Anja, en echt Wauwie zegt Karin. Selina, onze vintage queen, zegt Natasja. En Jaap Steeman schakelt nu ook in. Ik krijg net een bakje chips van mijn hubby, zegt Karin. Nou, geniet ervan. Ik heb hem eventjes weer met deze top afgetopt en dan gaat daarna de Extreme Mat eroverheen. Dus we moeten weer eventjes wachten. Ah, en dan gaan we naar het eindresultaat? Ja. Oké, okay. Nou weet je, dan ga ik gewoon nu eventjes eerder een pakje sigaretten opgerookt, zegt Cerisa. Ja, ook die ken ik. Maar de combi is ook leuk. Sigaretten, een glaasje, een hapje en Nail Talk Live. Hoe is het met het roken, vraag je Stephanie Auburg. Slecht. Slecht. Maar het komt ooit goed. Maar we gaan nu eerst het huiswerk doen. Want als jij mee wilt doen met vandaag en de e-workshop en natuurlijk kans van maken op een mooie prijs van deze leuke training van Selina, Vintage Flower, dan moet je huiswerk maken. Nou, we weten al wat het is, hè. 2 setjes van 4 nagels waarop de middelste 2 voorzien zijn van een vintage floral design. Dus ik doe het nog 1 keertje met handen en voeten voor. 2 setjes van 4 nagels, waarvan de middelste 2 voorzien zijn van een vintage floral design. Of waar elementen in zitten die je dus vandaag hebt gezien. Een beetje dat vergrijste, een beetje toon op toon, ton sur ton effect. Met de Twilight Zone around the nail to play for your effect and creativity. Maar als je dat doet, je hebt er 2 weken de tijd voor. Ik zag mensen die hebben er al helemaal zin in. En er zijn mensen die hebben het misschien lekker druk. Je hebt 2 weken tot 21 februari. Stuur je huiswerk in wat je kunt vinden in het album Vintage Flower. Zijn er verbeterpunten, wordt er door Jessica contact met je opgenomen. En vergeet niet step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen. Je hoeft er niet 100 mee te sturen. Gewoon een paar
jaar is meer dan voldoende. Of maak een mooie collage. Dat was van vorige week geloof ik een tip van iemand. En ook een hele leuke. Iris Monenbroek zegt, ik ben nu bezig met de cartoons van Jessica. Maar het is zo moeilijk. Het gaat steeds beter als het mooi genoeg is, stuur ik het in. Ja, oefenen, oefenen, oefenen. Dan komt het allemaal goed. En even kijken. Roken gaat dus goed, wordt er gezegd in de comments. Ik weet niet wie dat is, zegt. Even kijken. Oh, Gerry, ja. Roken gaat dus goed, stoppen gaat niet goed. Ja, sorry. Maar dat komt ooit goed. En Stephanie zegt, ik wil dat huiswerk altijd in een dag klaar hebben. Moet ik ook eens afleren. Je kunt er gewoon je tijd voor nemen. Je gewoon lekker even voor gaan zitten. Toen met de eerste corona lockdown heb ik ook allemaal collagels mee naar huis genomen. Heb ik aan mijn bureau, in mijn woonkamer, had ik een hele tafel. Dan ging ik s'avonds gewoon lekker zitten met gel zitten spelen en bloemen zitten schilderen. En daar werd ik dan helemaal zen van. Weet je waar ik ook zen van word? Als je dan hebt meegedaan, dan maak je ook nog kans op een mooie prijs. En dit keer is dat helemaal een mooie prijs. 2 stempelplaten, de Crystal Tip Display Houder, de favoriet van Deborah. Die echt, die kan niet zonder die. Dan hebben we de detailer nummer 3, de Ombe en Pigment Tool. Met die sponsjes waar je dus heel mooi die Twilight Zone mee kunt maken. Extreme matte topje, altijd handig om te hebben. En ook een potje van dat bladgoud, waarmee je die mooie effecten kunt maken. Nou, okidokie, dan ben ik wel redelijk bij. Tot zo, we gaan eventjes terug naar Selina. Ja, de finishing touch. De extreme matte toplaag zit erop, dus ik ga nu de roosjes afmaken en wat highlights nog aanbrengen. Dus kijk maar even mee. Ik heb weer gewoon de liner gel white, puur op mijn penseel. En dan gaan we dat knopje afmaken. En dat doe ik eigenlijk door in het puntje te beginnen en hem dan rond te trekken. Dus hier ook. Ik begin in het puntje en ik trek hem rond. Je sluit je hem gewoon nog iets meer. Ja. Ja, een hele leuke opmerking van Femke. Jullie zijn altijd zo goed in het overal namen voor verzinnen. Mag dat woord huiswerk vervangen worden door een meer inspirerend woord? Ik ben er sinds school nog steeds allergisch voor. Daar ga ik over nadenken, Femke. Huiswerk, de opdracht van deze week, de nail art challenge. Yeah. Ik ga daarover nadenken. Oh, Jessica zegt ook challenge. Nou, misschien moeten we de challenge ervan maken. Femke, als jij er een vervelend gevoel van krijgt, ik luister naar je. Ja. Huiswerk. Ik was dol op huiswerk maken. Maar ja, ik ben ook een beetje vreemd natuurlijk. We gaan terug. Ik ga even de blaadjes weer accentueren. Heel mooi. Ze komt er echt nog wat meer diepte in. Ja, ze springen er net wat meer eruit. Ja. Zo, die haal ik even 10 seconden uit. En dan weer met de liner gel white pak ik weer puur op. Dus de blaadjes heb ik, dat ben ik vergeten te zeggen, de blaadjes heb ik met het mengsel van de liner gel en de Normandy Green geaccentueerd. Dus nu pak ik weer mijn pure liner gel white. En ook kun je, dat hoeft niet, maar het mag wel, is een omtrek om het hartje heen. Oh ja, je dacht, laat het op de valreep nog eventjes compliceren. Nou, Stephanie Auburg zegt ook in de comments, bezigheidstherapie. Het nieuwe woord voor het huiswerk. Ja, dat is ook een goeie. Anja Verret zegt, ziet er prachtig uit. Morgen eens terugkijken hoe je tot dit mooie resultaat komt. Dankjewel. En Stephanie zegt op de nu nog frustratiewerk. Nee, laten we het gewoon leuk houden. Ik denk dat challenge mooi is. Maar wel grappig bedacht. Ja, die highlights, het is natuurlijk wel op een gegeven moment genoeg. Ja. Is genoeg, hè? Ja, precies. Je kunt door blijven gaan. Dat is verleidelijk, hè? Nou, zo is hij. Ik vind hem goed zo. Die harden we uit. En het eindresultaat wat je dan hebt,
in een setje verwerkt, is deze. Oh, nou, wat mooi, prachtig. Nou, prachtig, Celina. Laten we het eerst eens even gewoon screenshotten. 3, 2, 1, screenshot! Heel mooi, ook prachtig met die rouge red zo gecombineerd, die plotseling op deze op beeld een beetje, misschien zelfs een beetje rozig lijkt. Ja, hij is, in het echt is hij wat vergrijsder dan op beeld, vind ik. Ja, komt door alle lampen. Hè? Ja, ook mooi. Ja. Nou, heb ik nog een andere variant, hoe je dus ook een houten hartje kunt verwerken. En dit is met Chuck Berry. Een van mijn lievelingskleuren. Ja, en Chuck Berry is met die metallic glans. Ja. Echt een prachtige kleur. Heel mooi. Nou, doen we ook eventjes. Ja. 3, 2, 1. Screenshot. Heel erg mooi. Prachtig. Nou, mensen zijn ook wild enthousiast in de comments. Oh. Echt, iedereen zegt wauw. Linda Klomp zegt, Celina, ik heb niet vanaf het begin gekeken, maar heb je het sneeuwklokje ook voorgedaan? Dat vond ik echt super schattig. Daar had je een post van. Ja. Maar dat is eigenlijk dezelfde techniek, hè? Ja, het is ongeveer dezelfde techniek. Het schilderen van een bloemetje gaat iets anders. Maar die bloem laat ik wel zien in mijn workshop in Weert. Ja, en dat is op 26 februari. Ja. Ik zit even te denken in welke maand zitten. Ik heb het gevoel voor de maanden is een beetje weg. Maar in ieder geval 26 februari kun je dus bij Celina terecht in Weert, in onze prachtige locatie daar, om van haar deze les te krijgen. Of ja, bij haar deze les te volgen. En dan krijg je dus nog meer variaties te zien van allerlei art. Ik zie dat je nog iets in je hand hebt. Ja, dit is de sneeuwklokjes waar ze het over heeft. Ja, ja, ook prachtig. Dus nou, zullen we dan maar gewoon omdat het kan? Ja. 3, 2, 1. Screenshot! Ja, ook heel mooi. Hier is de ondergrond eigenlijk hetzelfde gemaakt als de paardenbloem. Alleen de techniek van het schilderen van de bloem is uitgebreider dan de techniek die ik vandaag heb laten zien. Dus dit is wel 2.0, zeg maar. Maar echt heel erg mooi. Ja. Iris, jij zei nog, het is bijna niet te doen, dat huiswerk zijn zoveel mooie inzendingen, dat ik me soms schaam voor mijn huiswerk. En daar wordt al gereageerd door Anja. Moet je niet doen, aldoende leer je en altijd trots zijn op wat je bereikt hebt. En Femke zegt ook, nee toch, het gaat om oefenen van de technieken. Dan is het toch altijd goed. Ja, niet, je nooit schamen. Dat is niet goed, daar is het leven te kort voor. Het is gewoon, alles zijn stappen in je ontwikkeling. Stephanie Auburg zegt, ik ga eerst maar 1.0 proberen. Heel veel plezier ermee. Welke grijze kleur had je daar gebruikt, vraagt Lisette Schoenmaker. Bij die sneeuwklokje. De grijze kleur die ernaast zit, die. Dit is Hearing the Birds. Hearing ook weer uit de Jumping into Spring collectie. Ja. Hearing the Birds, een beetje blauw-grijzig. Ja. Ja, supermooie kleur. Ja, echt heel erg mooi. Maar ik heb ook heel veel leuke dingen gezien vandaag, Celina. Echt, dit was je allereerste live... Oh, je hebt nog iets. Ik heb nog iets. Ja, oh, ja. Let's go. Ja, hier nog een variant wat je kunt doen. Deze, de twee buitenste bloemen, is dus dezelfde techniek als bij Design 2, wat ik liet zien. En dit is de roos, alleen groter. Heel mooi. En hier zit de stempelplaat Vintage Lace onder. Oh ja, ik zie het daar. Hier een beetje. Nou, dan moeten we weer hoor. 3, 2, 1. Screenshot! Heel erg mooi. Ja, nou ik heb er nog eentje. Willen we die ook zien? Of wordt het te veel? Nee, ik wil altijd meer zien. Oké. Wacht even, ik moet even wachten tot ik hier weer beeld heb. Wat zie ik? Oh, een kant, een soort een omgeslagen stof. Ja. Motief? Oh, leuk! En dit is dus ook allemaal met die schaduwtechniek en liner gel white gemaakt. Heel erg leuk. Ja, echt ook heel schattig. Een beetje meer richting bruidsnagels. Ja. Ja, precies. Met een paar pareltjes erbij. Ja. Nou, daar gaan we hoor. 3, 2, 1. Screenshot! Nou. Nou, er wordt toch door Tessa gezegd, wat een prachtige ontwerpen. Hopelijk kan ik tijd vinden om mee te doen. Bedankt voor deze super inspirerende workshop. Ja, het is Celina echt super leuk gedaan. Allemaal designs die eigenlijk het hele jaar door geschikt zijn. Ja, ja, klopt. En niet al te moeilijk. Echt, als je er eventjes voor gaat zitten en gewoon die bewegingen gaat oefenen, lukt het echt wel.
En in de workshop zeg maar in Weert gaan we gewoon wat uitgebreider designs maken, iets meer dieper in de gel painting, maar ook echt nog wel te doen. Het lijkt allemaal vaak veel ingewikkelder dan dat het is. Als je eenmaal de techniek erachter begrijpt en oefent in die bewegingen, dan gaat dat echt wel lukken. Ja. Ja. Amber de Leeuw vraagt, mag je ook andere bloemen toepassen? Of moet het wel echt de manier zijn hoe jij de bloemen nu hebt gemaakt, hoe je ze toepast? Het mogen ook andere bloemen zijn, het gaat meer om het vintage effect, hè? Ja, vind ik wel. Ja, ik ben super benieuwd naar wat jullie allemaal gaan maken. Laat je fantasie vooral de vrije loop, als het maar mooi vintage is. En mij maakt het echt niet uit wat voor een soort bloemetje dat is. Ik ben heel erg benieuwd naar wat voor een soort bloemen jullie gaan maken. Nou, Stephanie Auburg zegt, super gave workshop. Insturen beloof ik niet, proberen beloof ik wel. Nou, it's a deal. Heel veel plezier met proberen. Celine, een hele mooie tipbox staan in Weert. Als je nou in Weert bent of je komt een keertje langs de zaak, kun je ook altijd daar binnen gaan om even te kijken wat voor een andere designs je allemaal maakt. Ja, zeker. Nou, ik wil jou ook heel erg bedanken, Celine. Leuk om dit zo een keertje samen op de maandagavond te doen. Ik denk dat u dit wel vaker moeten doen. Ja, is goed. Leuk. Gezellig. Ik vond het ook weer heel leuk om hier te zijn. En ik ben super benieuwd naar wat jullie allemaal gaan maken. Heel erg dankjewel voor het kijken. Ja, en ik ben benieuwd naar wat jullie in gaan zenden. Ja, en dat huiswerk, dat mag je daar ook een stempel bij gebruiken, Gerry. Etty, super bedankt voor de workshop. Ik kan niet wachten om te beginnen. En Pepijn, bedankt voor je enthousiasme. Ja, maar je wordt toch ook enthousiast als je dit ziet? Ik zit eigenlijk, het schiet nu door mijn hoofd, eigenlijk als een croissant moeten hebben hierbij. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik ook een beetje vintage. Gekke opmerking. Maar in ieder geval, ik heb Celine al bedankt. Ik wil natuurlijk Gil bedanken achter het scherm. En ik wil jullie bedanken voor het kijken vanavond. Ik vond het een ontzettend leuke avond. Celine, echt top vintage bloemen. We gaan snel een nieuwe date plannen. Volgende week maak ik bekend wat de planning wordt van de maand maart van de e-workshops. En ja, tot dan. Hele fijne avond. En we gaan eruit met A Picnic in France. De collectie waar onder andere de Champagne Yellow, de Rouge Red uitkomt, de Normandy Green. Dus de kleuren die Celine heeft gebruikt. Tot snel, tot Nail Talk Live.